Dames en heren, goedemiddag. Het is 13:30. En ik open deze bijzondere raadsvergadering. Heel allen heel hartelijk welkom. Op deze middag. U als leden van de raad. Familie en bekenden. Natuurlijk de wethouders. Overige aanwezigen en zij die deze vergadering volgen via de livestream. Een opmerking die we meestal maken aan het begin van de vergadering is in ieder geval het melden van degenen die verhinderd zijn. Dat zijn de raadsleden, de heren Koelman en Roemer, die vanwege hun werk helaas hier niet bij konden zijn. En wethouder Verstraten heeft zich afgemeld, want hij heeft geen corona, maar zit wel goed in de lappenmand. Maar hij is weer aan de betere hand, maar in ieder geval niet zodanig dat hij hier vanmiddag bij je kan zijn. Dus zonder hun gaan we dat doen. Maar ik hoop dat ze wel gebruik kunnen maken van de herhaling van deze uitzending om u toch te kunnen volgen alsnog. Dan moet ik melden dat de vergadering een tijdsindeling kent. En u weet, ik ben niet altijd zo strak, want ik geef altijd graag ruimte voor discussie en een goed gesprek. Maar we hebben vandaag in ieder geval een eindtijd en dat is 4:00, dat wil zeggen voor de formele vergadering. Want dat uurtje dat we met elkaar toch ook informeel nog even kunnen bijpraten, dat willen we toch niet korter laten zijn dan een uur. We hebben voor deze gelegenheid ook in ieder geval een cadeau, een aandenken. Dat staat op uw tafel, mooi ingepakt nog. En dat kunt u rustig zo laten, want ik ga u laten zien wat het is. Kijk, dat is een mooie glazen pot. Daar is opgegraveerd het wapen van de gemeente Boxmeer. Dus een mooi aandenk en een mooi collectors item. En daarin natuurlijk de bokkenpootjes, wat anders. Dat krijgt u allemaal mee in dat blauwe pak. Mocht het zo zijn dat u een lege pot treft. Want dat had ik gisteren ook toen ik het eerste model mocht bekijken. Dat was een lege pot. Dan wordt hij alsnog gevuld. Met kerstkransjes, denk ik. Dan is het zo, we hebben als gemeente Boxmeer, hebben wij ooit bij de nieuwbouw van het gemeentehuis een ereboek in het leven geroepen. Daar staan in ieder geval de handtekeningen in van koningin Beatrix toen nog, van prinses Maxima toen nog, en nog een paar commissaris van de koning. Maar we hebben voor deze gelegenheid gemeend dat alle raadsleden en wethouders die nu voor het laatst actief zijn in de gemeente Boxmeer, strakjes naar het officiële gedeelte, en dan nodig ik ze daartoe graag uit, want anders neemt het ook weer te veel tijd in beslag, om dat ereboek te tekenen. En de fotograaf zal daar een opname van maken. En die krijgt u natuurlijk als herinnering in ieder geval allemaal mee. Dan is er ook voor alle aanwezigen natuurlijk een boeket bloemen. Maar die laten we allemaal even in het water staan. Dus die krijgt u na afloop als u naar huis gaat. En we nemen afscheid. Dan krijgt u in ieder geval de bloemen. En als het goed is, hoeft u daar niet naar te vragen. Dan wordt het allemaal goed geregeld. Goed, dan even nog van mijn kant even toch een woordje. Vandaag sluiten wij een raadsperiode af. Maar meer nog staan we stil bij het opgaan van de gemeente Boxmeer in de nieuwe gemeente Land van Kuik. Een historische vergadering derhalve. Afscheid van de gemeente en vandaag in het bijzonder afscheid van u leden van de raad. De laatste gemeenteraad van de gemeente Boxmeer. En dat is natuurlijk iets om bij stil te staan. In 2018 zijn we begonnen aan deze nu aflopende raadsperiode. Op dat moment werkten we al aan de plannen voor de gemeentelijke herindeling. Dit proces had alle kenmerken van een processie van Echternach. We gingen voor z'n vijven. Het werden er drie. Vasthoudend en met geloof in het einddoel zijn we de samenwerking gestart. En gelukkig sloot Millicent Hubert na geruime tijd alsnog aan en op het allerlaatste nippertje
Via een uitzonderlijke procedure sloot Graven alsnog aan. Ik zeg het in een paar zinnen omdat u zelf de achtergrond wel kent. En omdat het beschrijven van dit proces in een paar woorden te vatten is, en zeker niet in de beperkte tijd die mij gegeven is, om hier een verhaal van te maken. Dat zou bij wijze van spreken een boek al kunnen worden. Zelf heb ik op 24 juni vorig jaar, de dag van de ultieme besluitvorming, de metafoor gekozen van een wasbord. Een proces met de nodige oneffenheden en ribbels en golfbewegingen, de wrijving, de energie, maar als eindresultaat de schone was, oftewel een uniem raadsbesluit van 5 gemeenten, om samen 1 nieuwe gemeente te vormen. En vanaf die tijd, zeker na de positieve besluitvorming van de Tweede en Eerste Kamer, was het volle kracht vooruit. Met veel inzet van colleges en raden, de ambtelijke organisaties en grote maatschappelijke betrokkenheid zijn we aangeland waar we nu zijn. 2 weken verwijderd van de definitieve start van de gemeente Land van Kuik. Een sterk staaltje waar we elkaar alleen maar mee kunnen feliciteren. En alsof een dergelijke verandering al niet genoeg aandacht en energie van ons allen vergde, kregen we ruim 1,5 jaar geleden ook nog eens te maken met het coronavirus, dat onze samenleving voor een deel lam legde. Niet meer samenkomen, vergaderen op afstand, turend naar een klein scherm vanaf thuis, het was en is erg zwaar. De gezondheidscrisis leidde ook nog eens tot een economische en vervolgens een maatschappelijke crisis. En onder behoorlijke druk hebben we gewerkt aan lopende zaken en de voorbereiding op de herindeling. Met grote voldoening mogen we daarom terugkijken op de afgelopen periode. Voor uw inzet wil ik u allen heel hartelijk bedanken. Graag had ik dit willen doen met een meer feestelijk tintje dan de soberheid van vandaag. Mijn eigen afscheid op 17 september is achteraf gezien op een wel heel bijzonder moment geweest. Precies op de dip van de besmettingen die daarna weer snel opliepen en nu verhinderen dat eenzelfde afscheid uw deel zou zijn. Helaas geen feestelijk afscheid vanavond met de partners. Een diner met streekgerechten en muzikale omlijsting. Wat had ik u dat graag gegund. Maar we proberen toch van dit afscheid van u, leden van de raad en wethouders, een memorabel afscheid te maken, want dat heeft u zeker verdiend. In overwegend goede verstandhouding heeft u met elkaar veel bijgedragen aan het besturen van onze gemeente. En alleen dat al is een verdienste, zeker in een tijd waarin door allerlei veranderingen en spanningen verharding optreedt in de samenleving. Ook in ons werk in het openbaar bestuur worden we daarmee geconfronteerd. De samenleving is dynamischer geworden, maar ook complexer. Mensen zijn mondiger geworden en door sociale media kan iedereen zijn zegje doen. En dat gebeurt ook. We hebben onze vrijheid lief en dat laten we merken. De vrijheid van meningsuiting koesteren we als een bijzondere waarde. Maar vaak wordt het gezien als een legitimatie om ongezouten en ongegeneerd maar van alles over iedereen te roepen. In zijn boek Waarheid spreken in politiek, onderwijs en vriendschap schrijft Rob de Vos, docent aan de Katholieke Universiteit in Leuven, over dit thema. Hij wijst erop dat het recht van meningsuiting onaantastbaar is, maar stelt zich vervolgens de vraag: moet men ook dwaze en gevaarlijke meningen ongeremd kunnen ventileren? Heeft men het recht om de ander te beledigen? Raakt de vrije meningsuiting vandaag niet erg gebanaliseerd? Ja, de samenleving lijkt inderdaad steeds meer te verharden en helaas doet ook onze landelijke volksvertegenwoordiger hier aan mee. In plaats van tegenstellingen te overbruggen en verbindingen te maken, ontstaat een tweespalt in de samenleving. We zien dat bijvoorbeeld bij de opvang van mensen die hun land ontvluchten voor oorlog en geweld. Wij zijn een samenleving van normen en waarden geworden, waar we eerst een samenleving van waarden en normen waren. De waarden horen voorop te staan en de normen dienen om deze te waarborgen. Door onze wetten en regels dreigen we meer te sturen op normen en toezicht en handhaving zonder naar de waarden te kijken. De menselijke waardigheid lijkt vaak ondergeschikt te worden. En door te strenge wetten en regelgeving komen mensen in opstand. En dit heeft ook de coronatijd ons geleerd. Wat begon als een crisis in de zorg, groeide uit tot een economische crisis en een maatschappelijke crisis. En in zijn boek De Fundamenten schrijft Ramsey Masser daar ook over en haalt hij de tekst aan van Fluitsma en Van Tijn. 15 miljoen mensen op dat hele kleine stukje aarde
Die schrijf je niet de wetten voor, die laat je in hun waarde. Wanneer wij in onze waarde worden aangetast, komen we in verzet. En helaas gaat dit vaak gebaard met botheid en heftig gedrag en openlijk geweld. Als overheid moeten we de waarden en vrijheden blijven bewaken. De kunst van de samenleving is een ieder ruimte geven met waardering voor elkaar. Iedereen moet mee kunnen doen. De aandacht vooral richten op de dingen die goed gaan. In politiek en media wordt nogal eens graag benadrukt wat er allemaal fout gaat. En moet er altijd een schuldige gezocht worden. Daar worden we met z'n allen toch niet gelukkiger van. In ieder geval bevordert het niet het vertrouwen in de overheid. En voor degenen van u die de eer hebben en het vertrouwen van de kiezers hebben gekregen zich in te mogen zetten voor de nieuwe gemeente, hoop ik dat u aan dat vertrouwen van de burgers blijft werken. Want ook in onze nieuwe gemeente zal gewerkt moeten worden aan vertrouwen tussen gemeente en burgers. Naast openheid en transparantie moet er sprake zijn van deugdelijkheid. Wat wij doen, moet deugen. Ondanks veel dingen die misgaan bij de mensheid, komt de historicus en schrijver Rutger Bregman tot de conclusie dat de meeste mensen deugen. En ondanks dat er bij de overheid zaken helaas ook misgaan, hoop ik toch dat de meeste bestuurders en politici deugen. Ons werk in het openbaar bestuur staat onder zware druk als gevolg van alles wat op ons bordje komt. Meer taken, minder geld, veel maatschappelijke complexe vraagstukken, leverheid in de kernen, kwaliteit van de openbare ruimte, bestrijding van criminaliteit en ondermijning, waarborgen van veiligheid enzovoort enzovoort. Het zijn allemaal complexe vraagstukken die in goed samenspel met burgers, instellingen en ondernemers moeten worden aangepakt. En als dat samenspel deugt, draagt het bij aan het levensgeluk van onze burgers. En aan dat levensgeluk hebben we ieder op zijn eigen manier en vanuit verschillende verantwoordelijkheden de afgelopen jaren getracht onze bijdrage te leveren. En ik kan ook uit de grond van mijn hart zeggen dat wij hier in Boksmeer met elkaar soms stevig gedebatteerd hebben, maar altijd hebben gekeken hoe wij wel de waarde en de waardigheid van mensen en burgers in acht hebben genomen, maar ook in de omgang met elkaar. Soms een keer een uitschieter, dat kan nog, maar dat heeft degene die dat doet dan later wel weer spijt van en dan worden dingen toch weer met elkaar goed uitgepraat. En dat is ook iets waar we met elkaar trots op mogen zijn. Dan ga ik nu over tot toch even ja, u persoonlijk nog eens even, als ik het zo mag zeggen, langs te lopen. Even wat bijzonderheden schetsen. Want u hebt met elkaar toch heel wat, met z'n 21e, toch heel wat, wat werk verzet de afgelopen jaren. En ja, als eerste op onze lijst staat, we hebben altijd de vaste lijst, hè, meneer Stiphouder, staat u bovenaan. Ja, hebben we dat maar vast gehad, toch? Nee, maar ook, laat ik zeggen, het werken met u is altijd heel plezierig geweest. Ik heb gezien hoe in de loop van de jaren, hoe u toch ook gegroeid bent in het werk van raadslid, maar zeker ook als fractievoorzitter. En daarmee op dit moment ook van de grootste partij, hebt u toch altijd wel uw partijtje behoorlijk meegeblazen. En met heel veel plezier hebben we dat gemerkt. U was al langer lid, maar u was ook niet alleen van het CDA, maar ook nog, maar dat is natuurlijk dus geen openrijden van oude wonden, maar soms kun je spijt hebben van keuzes die je gemaakt hebt en dan toch de goede weg in staan of zo. Ik neem aan dat ook zo blijft dan nu. Maar ik was in ieder geval lid van de fractie BB86 Lof. Boksmeers Belang. In 86 hè, was dat. En daarna bent u... U hebt u als raadslid ook voor die partij Frans Fleuren opgevolgd. En dus vanaf 2002 was u dan voor Boksmeers Belang raadslid. Daarna... Ja, 2010, al die periodes tot nu toe natuurlijk, en vanaf 2010 fractievoorzitter van het CDA en dus ook lid van het presidium, van de auditcommissie, was u ook voorzitter van een tijd, nog trouwens tot 31 december. Lid van het Land van Kuikberaad, hè, in de tijd dat we de herindeling echt gingen vervolgen, en ook lid van de raadsgroep Raad en Organisatie, van de enquêtecommissie Hansa. Dat is ook een hoogtepunt natuurlijk op uw conditie staat. En
En lid van de werkgroep Schaatsen. Ook dat was een politiek heikel onderwerp. Ja. Dus ja, een mooie staat van dienst. En dat heeft u in ieder geval de bronzen bok al opgeleverd. Hè, als, bij het scheiden van de periode 2006. En ja, u gaat door voor de volgende ronde. En daar wens ik u heel, heel veel succes mee. Je bent trouwens ook nog heel, heel actief, als dat nog is, weet ik niet, voorzitter van de Paard- en Ponyvereniging. En de voorzitter van de stichting Samen zien we los. Ja, en dat is de Metworst en Ton Stiphout. Dat is eigenlijk vier hoeven op één buik. Zo. Ja. En samen met vrouw en kinderen hoop ik dat jullie toch een mooie tijd weer tegemoet gaan. Lonneke en Yvonne, Lianne en Maaike. En dat zal best goed komen. Dus even kijken, ik mag u... In ieder geval laten we dat wel doen. Overhandigen de penning van de gemeente die ieder raadslid krijgt. En in uw geval kon het er allemaal net op. AGM, Stiphout, raadslid. Nou, er staan al die periodes op. 1, 2, 3, 4, 5, 6 staan er geweldig. Dit mag ik u nu even overhandigen. Meneer Jan Stoffelen, ja, ook een enorme staat van dienst. Ik ook 5 periodes altijd voor het CDA in de raad geweest. En ik herinner me nog dat er ooit eens een discussie is geweest, wel, of die nou nog steeds is, of dat dat op de achtergrond is geweest. Maar je mocht geloof ik maar 3 periodes mocht je maar in de raad zitten, hè? Maar niet Jan Stoffelen. Dat is een zittenblijver, hè? Maar niet alleen maar omdat je Jan Stoffelen was, maar ook vanwege de vele zaken die je hebt gedaan. Want je was natuurlijk ook bereid om niet alleen het raadslidmaatschap te vervullen, maar je was ook lid bij de herindeling ook lid van de raad en de organisatieraadsgroep. Lid al die tijd van de Euregio Rijnwaal, en daar heb je bijzonder voor ingezet. En ik zeg, het was ook altijd bij de, als er iets te melden viel, wat interessant was voor de raad, dan had u altijd een woordje in de raad om eens even te vertellen hoe goed dat ging in die regio. En ik hoop dat dat overigens wel blijft, hè? Dat de gemeente Land van Kuik ook lid blijft van uw regio, want we hebben ook dat Duitse achterland hard nodig. Ja, in de periode dat u in de raad hebt gezeten, hebben we natuurlijk ook afscheid moeten nemen van uw lieve vrouw Wies. Dat was... Ja, dat was natuurlijk ook een hard gelag. Maar gelukkig, moet ik zeggen, je beide zoons, Freek en Peter, die hebben je altijd ook geholpen daar doorheen te komen. En het werk wat je deed, ook voor de raad en de samenleving, hebben ertoe geleid dat jij je toch altijd bent blijven doen wat je deed. Want dat deed je ook graag. En ik denk dat het ook voor je afleiding ook een hele goede is geweest. Je was ook actief in de klankbordgroep Agri-Food Capital, in de werkgroep Welstandsnota, lidcommissie OSO, voorzitter werkgroep Schaat van, lid stuurgroep Nieuwbouw Gemeentehuis, dat was dit gemeentehuis, plaatsvervangend lid van de commissie Ruimtelijke Zaken, enfin, al een heleboel dingen, maar ook maatschappelijk heb je nog een heleboel gedaan, als secretaris en waarnemend voorzitter van Harmonie, de herbeleving. Lid van het regiobestuur waterschap AMA's, waar je vroeger ook werkzaam was in de wereld van de waterschap. Dus daar heb jij ooit al de speld van verdiensten voor gehad van de gemeente Boxmeer. Dus wat dat betreft denk ik voor jou nu ook een mooie afsluiting. Daar komen we straks natuurlijk nog wel even op een andere manier op terug. Maar ik wil jou nu graag ook die penning overhandigen, Jan. Alles opstaat wat jij allemaal gedaan hebt. Mevrouw Sonja Stevens Kremers. Raad zit vanaf 2010. Dus ook al een hele tijd, 3 periodes.
En in die drie periodes ook actief geweest als plaatsvervangend raadsvoorzitter. Dat was een hele mooie tijd, want in het presidium daar zitten dan de fractievoorzitters allemaal. En de plaatsvervangend raadsvoorzitter. En ik heb het genoegen gehad om jou gedurende de hele tijd naast mij te weten als wij met elkaar van 6:30 tot 7:30 onder het genot van een kopje soep en iets warms vergaderde voor de raadsvergadering. Daarvoor nog dank. En nu ben je tweede plaatsvervangend raadsvoorzitter, dus je blijft wel alles heel goed volgen. Maar vanuit het presidium had je natuurlijk ook altijd wel een inkijkje op die dingen die toch ook even verder gingen. Ook hoe mensen, ook in fracties met elkaar omgingen om dat, laat ik zeggen, het huishoudelijke goed te laten functioneren. Je was ook lid van de agendacommissie, dat was dus het voorbereiden van de commissie en de raadsvergaderingen. Derhalve ook voorzitter van de commissievergaderingen. En vanaf deze periode ben je ook lid van de werkgeverscommissie. Ook een hele taak om het voor het personeel van de raad, zijnde de griffie, goed te laten verlopen. En lid van de raadsgroep werkgeverscommissies, dat is van de herindelingsgemeente. En je was ook betrokken bij de herbenoeming, zie ik je staan, van de burgemeester, waarvoor mijn hartelijke dank nog, dat het allemaal goed gegaan is. En daar heb jij zeker een wezenlijke bijdrage aan geleverd. Met natuurlijk als steun en toeverlaat jou Erik, met wie jij veel deelt, dat moet wel, want ik zie jullie vaak samen wandelen door de Boksmeerse Dreven, en dan loop je waarschijnlijk niet stilzwijgend langs elkaar, maar dan heb je toch ook wel eens wat te vertellen over hoe mooi het hier allemaal is en hoe fijn jij daaraan hebt meegewerkt. En met trots loop je dan ook natuurlijk nog even langs het bedrijf waar Erik werkt, zodat hij ook kan zeggen met trots wat zij allemaal doen. En jullie kinderen, Kim en Job, die maken dat allemaal mee. En dat is ook prachtig. En als nevenfunctie heb je ook nog, steeds vertrouwenspersoon bij volleybalclub Avance. En ik hoop niet dat heel veel werk met zich meebrengt, maar af en toe ben je dat toch wel nodig. Ook jij heel hartelijk bedankt voor jouw inzet en ook voor jouw Sonja de Penning. Leon Nabuurs Willems, daar zit ze achteraan. Ja, vanaf 2018 raadzit. En dus het is één periode en die is nog iets later begonnen. Hè? Dus op 28 mei is die begonnen. Een periode had te maken met de formatie waarbij Boksmeer een poging deed om de kabinet te laten zien hoe lang het kan duren. En, maar in die ene periode heb je ook mee moeten maken dat je maar half van die periode bij je spreken echt lijfelijk aanwezig kon zijn. En vanwege alle ellende. Maar daarvoor heb ik jou ook al leren kennen. Toen als lid van de dorpsraad, hè, van Overloon. Waar je heel veel hebt ingezet voor de samenleving Overloon. We hebben bij onze werkbezoeken jou regelmatig getroffen en toen zag ik al van die is zo met de samenleving bezig, daar zal wel eens wat meer bij komen kijken. En later zag ik je terug in de klankbordgroep van het AZC, waar jij alle zorgen en problemen binnenbracht die de mensen in de buurt, en je bent zelf ook buurtbewoner, ondervonden van die helaas kleine groep overlastgevende jongeren. Dat is... daar heb je in ieder geval stevige bijdrage geleverd in de discussie om toch te kijken hoe we hiermee verder zouden kunnen. Daarvoor dank en ik hoop dat je aan die 4 jaar goede herinneringen bewaart. Zodanig dat je ook die herinneringen mee kan nemen naar de volgende gemeente. En als je daar zo inzet op de manier waarop je hebt gedaan, dan denk ik dat dat ook wel goed zal gaan daar. Ook jou wil ik graag de penning overhandigen.
Ja, met jouw man Gert-Jan hebben we natuurlijk ook, dat was ook nog leuk om te vertellen, hebben we hij op de fiets met de wielrenners uit Overloon de vlam mogen halen in Caen in Frankrijk, die we weer gebruikt hebben bij de bevrijding van 14 oktober van Overloon. Dus dat was ook, zo heb ik jouw man ook een beetje leren kennen. En dan, ja, dan begrijp je alles toch veel beter. Alleen maar goede dingen, hè, natuurlijk. Hè. Ja, dan mevrouw Jekmans, waarvan ik blij ben dat ik je zie. Want dat was de laatste keer, was dat toch even spannend. Vorige week bij de raadsvergadering heb je af moeten melden. Wegens ziekte. En ja, daarvoor hebben we, als we je zagen, regelmatig gezien met een kruk naar jouw operatie. Die zie ik nou niet. Oh, heeft er wel? Oké. Okay. Okay. Maar goed, die heb je dus nog nodig. Maar in ieder geval, ook zonder kruk weet jij je staande te houden op de manier waarop jij dat doet. Je hebt je altijd heel erg ingezet, ook voor de zorg in Boksmeer. En ja, daar zie je dat daar ook nog werk genoeg te doen is. En ik hoop dat je dat ook in de komende periode blijft doen. Want je bent ook weer gekozen als lid. Inmiddels ook toegelaten als lid van de raad van de gemeente. Hè? Ja, maar het gaat gebeuren. Het gaat gebeuren. Ja, misschien weet ik al te veel. Ja. Maar in ieder geval, ja, samen met jouw Paul en je dochters Lisa en Tessa ga jij gelukkig door het leven. Heel betrokken ook bij het bedrijfsleven, of het verenigingsleven in Boksmeer. Waar ik zeker de carnaval mag noemen. Waar je ooit boerenpaar was met Paul, hè, bij de geitenbok. En jouw kinderen zijn ook actief. Tessa, die kennen we nog van het hardcore natuurlijk. En ja, dus echt een Boksmeers gezin. En een moeder, dus jij, Corine, die zich ook inzet voor de samenleving op politiek gebied. Is altijd even wennen geweest, denk ik, in het begin. Maar ben ik nou in terecht gekomen? Je moet altijd toch een beetje wennen aan zo'n cultuur, maar ook al die onderwerpen moet je in verdiepen. Dat geldt voor velen van u. Maar het is toch wel mooi gelukt. En ik wens je heel veel succes in de toekomst. Maar we sluiten nu af met deze penning. Die krijg je in ieder geval. Gaat dat lukken om te... Ja. Dan krijg ik net via mijn oortje het bericht door dat degene die ik noem alvast naar voren wil komen. Dat is voor de camera ook prettiger. Ja. En dat is mevrouw Anjo Welles. Dag Anjo, goeiedag. Ja, raad zit vanaf 2015, het moment dat Peter toetrad tot het college van BMW, mocht jij doorschuiven via de lijst naar de gemeenteraad. En ook dat was even, ja, overvallen wil ik niet zeggen, maar op een gegeven moment, dat soort ontwikkelingen gaan dan snel. En dan sta je opeens voor de beurt, dan moet je ja of nee zeggen. En ja, meestal zeggen mensen toch wel ja, want als je eenmaal op de lijst staat, dan ben je zo betrokken bij de politiek en de samenleving, dat als je de kans krijgt om daar ook daadwerkelijk iets voor te doen, dat je dat doet. En dat heb je dus ook gedaan. En al die jaren met veel plezier heb ik gezien, heb je het werk in de raad gedaan. Met heel veel toewijding ook. En betrokkenheid bij de samenleving, ook lokaal in Maassluis. Waar nu zelfs de ideeën die jij als landschapsarchitect hebt ook gezicht kan krijgen in het plein. Dus in die zin, ja, zie je toch wel de dingen die je doet, zie je ook resultaat van op die manier. Dat is wel heel erg leuk om te doen. Jij was lid van de raadsgroep Raad en PC van het Land van Kuik. En plaatsvervangend lid van het Land van Kuik Beraad. En vanaf 2018 was jij eerst plaatsvervangend en daarna lid van de Euregio. En samen met Jan
En hebben we elkaar met de algemene bestuursvergadering regelmatig daar getroffen in een locatie in Nederland of Duitsland. Maar die grensoverschrijdende betrokkenheid, die heb je ook heel goed opgepakt. En ik hoop dat dat dus gaat blijven in de toekomst. Voordat je dus echt in de raad kwam, als je ook nog lid als burgerraad zit betrokken hè, bij de fractie. Ja, jij hebt ook in deze raadsperiode iets meegemaakt wat Jan heeft meegemaakt. Dat is het verlies van jou Thijs. Thijs de tuinman, hè, die wij ook nog goed gekend hebben. Dat is altijd een groot verlies. En ook, laat ik zeggen, dat heb jij mee kunnen verwerken. Nooit echt, denk ik. Maar in ieder geval, je hebt het een plek kunnen geven omdat je ook andere dingen voor handen had, zoals het raadswerk. Maar ook andere dingen die je deed. Hè. Je was gastdocent aan de Hogeschool Larenstein in Velp. Hè. Dus echt de opleiding voor landschapsarchitecten. Maar ook organisten. In de kapel in Holthees hebben we elkaar regelmatig gezien. Ik als bezoeker van de mis bij het Gilde en jij als organiste. En je was lid van de werkgroep Aandachtsgebied Groen Dorpsraad Maassees. Lid van de pastoraalgroep Parochie Maria Moeder van de Kerk en ambassadeur van de Rabobankland van Kuik en Maasduinen. Allemaal zaken die toch op je conduitstaat kan zetten als betrokken burger in onze samenleving. En als wat jij gedaan hebt in de raad, dat hebben we vastgelegd op deze penning die ik jou heel graag wil overhandigen. En dan Jan van Densen. Wil je ook naar voren komen, Jan? Dat is de wens van de cameraman en trouwens van misschien wel meer mensen, want dat kunnen we allemaal heel goed zien. Jan, in de raad gekomen in 2018. Dus dit is je eerste periode die je nou afrondt. En ik heb met veel plezier gezien hoe jij in de raad kwam, want daar kwam een echte SP'er binnen, vond ik. Hè? Iemand die stond voor waar hij voor stond en je liet je al van het begin af aan niet de kaas van brood eten. Nee, je zei stevig hoe je over de dingen dacht. Nou, hoeft maar duidelijk te zijn, nou, dat was ook zo. Nadat je vorig jaar fractievoorzitter bent geworden, ben ik ook een wat ander type. Iemand die wat meer ervaring had inmiddels. Die de klappen van de zweep wel wat kende, die ze voelde en uitdeelde, die ook verantwoordelijkheid toen ging voelen van ik ga nou die fractie leiden en ook die eten bij de kaas van brood. En dus we hebben soms ook wel eens gesprekken gehad over onze knieoperaties en dat soort dingen. En dan heb je toch een hele andere verhouding tot elkaar als in de raad. En dat is de menselijke kant waar we misschien allemaal wel eens te weinig tijd voor genomen hebben, maar die wel zo belangrijk is voor je functioneren. Je hebt in ieder geval, in mijn ogen in ieder geval heel goed gedaan. Naast jouw werk als wijkverpleegkundige en docent verpleegkunde, en ook die kennis die je daar had in dat vakgebied, daar hebben we natuurlijk heel veel van meegekregen, ook in jouw opvatting over de zorg, maar ook in coronatijd over de maatregelen die we moesten nemen. Maar waar we ons ook echt aan moesten houden als raad, daar was jij een goede spreekbuis voor. En ik wil jou heel hartelijk danken voor die jaren dat je hier actief bent geweest voor de Boksmeerse samenleving. En daarvoor wil ik jou ook deze penning als aandenken overhandigen. Johan Koelman, die staan we over, want die is er niet. Dus daar staat waarschijnlijk dan wel de goede penning nu op de tafel, want die gaat naar mevrouw Marielle van Wijnen. Ja, en mevrouw Marielle van Wijnen, die is nu twee periodes raadslid geweest. En ik heb het niet nagetrokken, maar ik denk toch dat jij een record hebt gebroken. Als meeste vragensteller, schriftelijke vragensteller, inderdaad. Het was nodig om antwoorden te krijgen natuurlijk op de vragen, maar ook om signalen af te geven.
van dit ben ik, hier sta ik voor, dit vind ik belangrijk voor de burgers van Boksmeer op het gebied van zorg. En daar wil ik met het college toch regelmatig de aandacht voor vragen. Dat heb je natuurlijk uit overtuiging heel goed gedaan. Daarvoor in ieder geval dank. Je was in ieder geval heel betrokken raadslid, heel actief. En dat al, ook voordat je in de raad kwam, al een tijdje als burgerraadslid. Je bent actief geweest in de raadsgroep Raad en Kerndemocratie. Dat vond jij fijn om te doen vanwege jouw betrokkenheid bij de burgers ook. Dat heb je ook altijd uitgestraald. Dat deed je dan ook nog naast je werk als hulpdienstmedewerker van de SP. Een organisatie waar je natuurlijk heel veel informatie ook binnenkrijgt uit die samenleving en veel verhalen hoort van de mensen. En die je dan kunt vertalen in, laat ik zeggen, bestuurlijk politieke werk. Om zodoende iets voor mensen in zijn algemeenheid ook op dat terrein te bereiken. En dat is ook een hele leuke taak die je op je hebt genomen, is de contactpersoon voor de activiteit textiele werkvormen bij het Hobbycentrum Boksmeer. En het Hobbycentrum Boksmeer is een heel mooi onderdak voor al diegenen die echt iets willen maken met hun handen. Of dat nou de houtbewerking is, metaalbewerking, glasbewerking of textiele vormen of sieraden maken, kan allemaal. Alleen die textiele werkvormen die jij hebt geproduceerd, daar moet ik toch nog eens een keer wat meer aandacht aan besteden. Want ik weet niet of je bijvoorbeeld die trui zelf hebt gemaakt of wat ook. Hè. Maar in ieder geval als contactpersoon ben je daar heel actief in. En dat teken jou dicht bij de mensen staan, sociaal hart en dat politiek vertalen in resultaten. Daarvoor dank voor die inzet en ook voor jou deze penning. Dan de heer Jaap van Densen. Ja, dag Jaap. Fijn je te zien, want ook dat is wat jou betreft niet altijd het geval geweest de laatste periode. Vanwege je eigen gezondheid heb je natuurlijk nog alles verstek moeten laten gaan, dat wil zeggen fysiek. Jij was wel degene die ons ook de ogen heeft geopend dat we wel heel zorgvuldig en misschien nog zorgvuldig moeten zijn bij onze bijeenkomsten. Ook al mocht het allemaal fysiek, toch wist jij uit je eigen ervaring te zeggen, uit je eigen situatie, dat ook al mocht dat je toch moest kijken of er alternatieven waren om te vergaderen. Dat is ook op een gegeven moment ook gebeurd. En hybride en best soms ook alleen met teams. Maar je zult al gemerkt hebben dat dat natuurlijk ook geen prettige manier is om bij elkaar te zijn, om voor de samenleving besluiten te nemen. Maar we hebben het wel met elkaar gedaan en daar heb je ook een wezenlijke bijdrage aan geleverd. Aanvankelijk was als burgerraadslid, maar daarna ook in de raad gekomen om je daadwerkelijk ook in te zetten. Samen met je vader was ook prachtig om dat mee te maken. Dat zie je niet altijd in de politiek. Misschien tegenwoordig wel iets meer dan vroeger, maar soms zit het toch wel zo in degene dat de dingen van vader of zoon of van moeder op dochter overgaan. En dat is bij jou ook zo. Dus wat dat betreft leuk om te zien hoe jullie dat samen gedaan hebben. Maar ook jij had het druk met andere dingen. Natuurlijk bij je werk als bij Marel. Maar ook denk ik een hele leuke activiteit. Bestuursvoorzitter van de Stichting Muziekpark. En dat is natuurlijk een hele mooie uitlaatklep voor de serieuzere dingen in het leven en waar je hopelijk een hoop ontspanning aan hebt gehad. Maar ik zou zeggen, ga daar zeker mee door. Hè, want alles wat wij aan culturele waarde hebben, dat moeten we op zijn minst behouden. En als je daar een steentje aan bij kan dragen, dan zou dat wel fijn zijn. Jou wil ik ook hartelijk danken voor jouw inzet en je krijgt van mij ook deze penning. Kom er net op. De heer Frans van der Zanden. Ik moest even kijken of dat allemaal op één penningje kon, wat die staat van dienst. Want jij was een van de raadsleden die
die ik al aantrof bij mijn binnenkomst, zo lang kennen we elkaar, vanaf 2002 ben jij als opvolger van de heer Van Vliet in de raad gekomen en om sinds die tijd niet meer weg te gaan. En in die jaren heb je je sporen behoorlijk verdiend, want jij bent ook in al die periodes, zolang ik me kan heugen, als fractievoorzitter ben je actief geweest. Eerst dan politiek beugen, later het lof. En daar heb je echt ontzettend veel inzet gepleegd, want vraag aan Frans van der Zanden of die iets wil doen. Ik heb hem nog nooit nee horen zeggen, maar altijd volmondig ja, maar niet zoveel ja omdat niemand anders doet nee, omdat ik graag mij wil inzetten voor de samenleving. En dat heb je gedaan natuurlijk ook als fractievoorzitter, dus ook als presidiumlid en als voorzitter van de agendacommissie, lid van het Land van Kuikberaad, van de raadsgroep Raad en PSC, het regieteam van de raden, de werkgeverscommissie waar je lid van was en voorzitter. Voorzitter van de auditcommissie ben je geweest. Lid van de enquêtecommissie Hansa, maar ook, dat is langer geleden, voorzitter van de enquêtecommissie Brandweer Vierensbeek. Lid van de vertrouwenscommissie Herbenoeming Burgemeester. Voorzitter van de commissie Ruimte Euregioraad Rijn en Waal. Je was, je hebt vaak de commissievergadering ook voorgezeten. Dat kwam ook uit jouw functie van de agendacommissie. De werkgroep Welstandsnota, daar heb je even ingezet. De stuurgroep Nieuwbouw Gemeentehuis. Plaatsvervangend lid van de selectiecommissie RKC. Ja, de volgende bladzijde ga ik nog verder. Lid van de commissie Ruimtelijke Zaken, van Interne Zaken, van AZM. En dan heb ik het nog niet eens over datgene wat jij in de samenleving hebt betekend. En daar is ook heel veel geweest. Dan moet ik even kijken. Voorzitter van de Stichting Dorpscentrum Burgen. Voorzitter van de KBO, afdeling Burgen. Voorzitter Oliebollen Omloop Olympia. Dan sla ik nog over jouw activiteiten die je bij Vos hebt gedaan, de voetbalclub van Beugen. En daarna Olympia, daar ben je nog steeds veel aanwezig, scheidsrechter geweest. Ja, Frans, het is werkelijk niet te geloven wat VIA allemaal heeft moeten meemaken om jou zo vaak te moeten missen. Maar ik heb ook de overtuiging dat ze jou dat ook allemaal gegund heeft, want anders had je dat nooit kunnen doen. De enorme energie die jij hebt tentoongespreid in de afgelopen jaren, dat was een lust voor het oog om dat mee te maken. Maar ik moet zeggen, ik heb ook persoonlijk veel in jou gehad. Want als langzittend, als senior, kende jij de samenleving goed. En konden we toch regelmatig eens even sparren. Maar heel open en gesprekken gehad ook, waar ik veel aan heb gehad. En daarvoor wil ik je dan persoonlijk bedanken. Kijk, jouw kinderen, je dochter Meike, die is er ook bij, zie ik, gezellig. En de kleinzonen Liam en Jace, zeg ik dat goed? Die heb je ook, en daar heb je ook samen met VIA de zorg en aandacht voor. En dat zijn de dingen waar je ook dan gelukkig weer even kan ontspannen. Ik wil jou heel erg hartelijk bedanken voor de inzet die je hebt gepleegd voor de raad van Boksmeer. Ik kom daar straks ook nog op terug, maar ik wil het er nu bij laten om jou deze penning te overhandigen. De heer Fons van Mil. Nu twee periodes raad zit, vanaf 2014, fractievoorzitter van de VDBLO, dat hebben we ook nog gehad, hè, een tijd, tot dit jaar. Daarvoor hadden we jou al goed leren kennen, vanwege jouw activiteiten binnen Overloon. Ik hoef maar de pit te zeggen en dan weten we allebei wel wat we bedoelen. Daar heb jij
ontiegelijk veel werk verzet. Maar daar heb jij ook laten zien dat je iemand bent die zijn tijd wil besteden aan de samenleving. En dingen te doen waar je goed in bent en waar mensen het prettig van vinden dat er iemand is die daar zijn tijd aan wil besteden. En dat heb je met heel veel overtuiging gedaan. Daar ben je ook al in 2020, vorig jaar is dat geweest, heb ik jou koninklijk mogen onderscheiden hè, namens zijn majesteit voor wat je maatschappelijk hebt gedaan. Maar voor onze gemeente was je natuurlijk ook, ik zei al, fractievoorzitter van VDBLO. In die tijd was je ook lid van het presidium hè, vanwege die functie. Maar je was ook lid van het LVC-beraad, Land van Kuikberaad, en van de raadsgroep Raad en PNC. De werkgeverscommissie, daar heb je ook jarenlang bij actief geweest, ook als voorzitter. Lid van de raadsgroep werkgeverscommissies. Van de regio Raad Rijn en Waal, daar ben je plaatsvangend lid en lid geweest. Daar hebben we je ook regelmatig getroffen. En ook jij zat in de werkgroep Schaatsfan. Dat was ook zo'n heikel onderwerp waar we de laatste jaren bij de kop hebben kunnen nemen. Althans was het net in de vorige periode. En ja, zoals gezegd, maatschappelijk nog steeds actief als voorzitter van de Stichting Gemeenschapshuis Overloon. En ja, ook een hele mooie taak die je daar hebt gedaan, daar heb ik al naar gerefereerd. En samen met jouw vrouw, twee dochters en drie kleinkinderen ook, zul je ook de komende tijd, naast alles wat je nog gaat doen, best je dagen wel rondkrijgen, denk ik. Voor jouw inzet als raadslid van VDBLO, maar ook van Team Lokaal, waar je dan recent dan toe bent toegetreden, wil ik jou hartelijk bedanken voor jouw inzet en jou de penning overhandigen. Mevrouw Maria van Ammers. Ja, jij was al ooit raadslid, Maria, in de tijd dat Wanrooi nog een zelfstandige gemeente was. En dat was ook de ervaring die je daar hebt opgedaan in de periode 86 tot 94. Die ervaring die heb jij meegenomen toen jij de heer Van Weem mocht opvolgen. En dat aanvankelijk nog heb jij je aangemeld van ik wil dat tijdelijk wel doen, maar het is niet bij tijdelijk gebleven. Want je hebt de kans ook gekregen om door te gaan. En dat heb je met heel veel plezier gedaan. Dat hebben we in ieder geval wel altijd gemerkt. Je was altijd heel begaan al met alles en iedereen. En zeker ook in de commissies had je al wat meer ruimte. In een grote fractie heb je in de commissie iets meer ruimte om je ding te zeggen dan in de raad, waar dan vaak ook weer op politiek niveau een fractievoorzitter het woord voerde. Maar die periode heb je ook nog gehad dat je fractievoorzitter was, van 2006 tot 2010. Dus wat dat betreft weet jij precies hoe de hazen lopen. En heb jij in die zin een hele mooie staat van dienst opgebouwd. En dat alles natuurlijk gecombineerd ook met jouw werk, want je bent nu een jaar of twee gepensioneerd. Wil ik toch eens even alles van weten hoe dat nou gaat, als je gepensioneerd bent en dingen ook weer los moet laten. Maar in jouw geval heb je datgene wat je losliet, die energie heb je wel weer kunnen gebruiken voor het werk in de gemeenteraad. En dat heb je met heel veel plezier gedaan, hebben wij gemerkt, zoals ik zei. En als aandenken wil ik jou toch graag deze penning alvast overhandigen. Gera Kusters. Fijn te zien, Gera, dat je je moeder hebt meegebracht. Ja. Dat vind ik superleuk. Ja, welkom ook. Kijk, dat je je vrouw meeneemt die altijd achter jou staat, dat is natuurlijk ook mooi. En je zus, ook fijn. En haar man, die vandaag jarig is, waarmee ik hem van harte wil feliciteren. Het is fijn dat jij net zoveel mensen mag uitnodigen op je verjaardag als prinses Amalia. Dus wij voelen ons ook allemaal heel welkom en ik zal het wel uitleggen later ooit een keer. En natuurlijk Evelien en Joep.
En Joep, die kennen we ook nog, hè, van, die hier een tijdje binnen de gemeente ook heeft gewerkt. Als een paard, Joep, hè? Stageperiode. Ja, maar dat was juist hard werken. Want dan moet je je bewijzen, hè, in die tijd, hè. En dat is gelukkig jammer dat je niet meer hebt teruggezien. Maar wie weet kan het nog in een grote gemeente, jongen. Dat kan allemaal. Maar nu even, dan toch, Schaar, die een politieke loopbaan achter zich heeft. Daar zeg je u tegen, want hij is eigenlijk het langstzittende raadslid wat wij hier hebben. Zij niet alleen in de gemeente Boksmeer. Maar het is begonnen bij de gemeente Oefeld. En ik heb hier staan, dat komt de lijst Meijer. Klopt dat? Daar heb ik Willy nooit over gehoord, want die was volgens mij van een andere lijst. Maar dat was, in 1988 ben jij in de raad gekomen. Dus dat is wel liefst 33 jaar, bijna een carnavalsjubileum zou je kunnen zeggen. Maar je hebt wat dat betreft, nu maak jij je tweede herindeling mee. Dus wat dat betreft, die klappen van de zweep, die heb je ook al. Dit was je derde herindeling, althans waar we nu voor staan. Hè? Die je mee hebt besloten, toen je mee hebt besloten. Hè? Dus in die zin, de eerste was in 94, toen 98 en dan deze. En al die tijd lid van de raad geweest, maar ook een lid van de raad die zich altijd vastbeet, met name op onderwerpen van ruimtelijke ordening. Waar je niet alleen een politiek standpunt had, maar waar je ook nog eens even iedereen echt vertelde hoe het nou werkelijk in elkaar zat. En hoe de wet en regelgeving was en dat we dan vooral ook naar jou moesten luisteren om daar een goed besluit over te nemen. En je hield nooit van flauwekul, was altijd recht door zee en op jouw manier, met jouw bekende humor. Die we toch gaan missen. Want ja, jij blijft natuurlijk toch graag ook werken nog even een paar jaar. En in de gemeente waar je in de raad zit en werkt, dat kan niet samengaan. En dan kies je in dit geval voor je werk. Krijg je misschien spijt van, maar de keuze is gemaakt. Ik heb met heel veel genoegen de laatste periode jou naast me gekregen als plaatsvervangend raadvoorzitter. En dat heeft ertoe geleid dat je ook af en toe even naar voren kon komen, zoals bij mijn afscheid nog, waarvoor heel veel dank. Het was erg leuk om jouw verhaal te horen. Je was ook lid van het presidium. En daar hadden we af en toe ook al hele leuke discussies in dat gezelschap. En maar dat blijft binnen, hè. Wat in het presidium blijft, dat blijft in het presidium. Dus daar kan ik helaas niks over vertellen. Maar het was af en toe al heel erg leuk. Meestal eigenlijk toch wel. Je was lid van de raadsgroep Raad en Organisatie. En nu in deze periode was je je was in de vorige periode plaatsvervangend voorzitter van de raad. Dat was naast, wie was het toen ook weer? 2002 is wel lang geleden. Maar niet nu eerst, en dat is het belangrijkste. Lid van de diverse commissies, ook voorzitter van de commissievergadering. Ja. Wat dat betreft een hoop gedaan, een hoop bereikt ook met elkaar. Even kijken wat je nevenfuncties had je niet zoveel, hè? Ja, je had Mario natuurlijk en je moeder en de kinderen uiteraard. En maar dat betekende wel dat jij je werk kon doen, zowel in de raad als voor de gemeente Sint-Antonis. Maar wat je voor de raad hebt gedaan, wil ik op dit moment even voor bedanken met het uitreiken van die penning waar dat allemaal op gegraveerd staat. Willem van Haren. Ja, eventjes was je ons jongste raadslid, Willem. En voor jou was het natuurlijk helemaal een kwestie van wennen toen jij in de raad kwam in 2010. Want de familierelaties, dat is niet altijd in je voordeel. Maar je hebt je kranig geweerd, moet ik zeggen. Het was een heel leerproces de eerste tijd. Hoe lopen de haas, hoe het is. Hè, want je moest natuurlijk ook aandacht aan anderen besteden en ook anderen geloven dan degene van wie het dan het meest had gehoord. Maar we hebben met jou ook wel leuke dingen meegemaakt. Eén anekdote, die vertel ik niet. Maar die andere anekdote, dat jij de kelder hier binnen reed. Met gladde banden en zo pas op een auto van een van de medewerkers, geloof ik, terecht kwam.
Ja, dat was natuurlijk, minder. Maar dat was de enige botsing die we hebben gehad in al die jaren. En dat hebben we nog niet eens lijfelijk ondervonden. Dus wat dat betreft, bedankt. Jij mag nog doorgaan. Dus datgene wat jij hier allemaal hebt gedaan, gepresteerd, maar ook geleerd hebt, dat mag je meenemen naar de volgende klus. Je was ook actief als lid van de raadsgroep Raad en Kerndemocratie, waar je heel veel plezier in hebt gehad, heb ik begrepen, en ook goed hebt ingezet. En die werkgroep Schaatsfan, daar heb je ook even die andere kant van onze grote gemeente, leer ik geografisch dan gezien, leren kennen. En ja, ook voor jou ligt er een penning, maar het typische is, jij hebt al een keer een penning gehad over die periode. En wat punt is dat jij iedere keer op die wachtlijst stond, jij stopte en afhankelijk van de raadsperiode, of de collegevorming, schoof jij weer op de lijst. Dan mocht je weer in de raad komen, dan kreeg je weer een nieuwe periode en weer een nieuwe penning. Ja, zo gaat dat. Dus ik hoop dat je thuis een beetje een leuk penningenkabinet hebt. Dan komt het allemaal goed, maar deze mag jij bij gaan zetten. Johan Hermanissen. Ja, ook al een ervaren raadslid, terwijl je toch nog redelijk jong was, vrijgezel, toen je binnenkwam in de raad. En als lid van VDBLO, eerst Vijf Dorpen Belang, hè, toen VDBLO. Je bent vanaf 2002 raadslid geweest, de vijf periodes. Je bent fractievoorzitter geweest van VDBLO. Nu fractievoorzitter van Liberaal Land van Kuik. Maar vanuit die voorzittersrol ook al jarenlang actief als lid van het presidium. Waarvan ik me wel herinner, dat valt buiten het presidium. Kan ik wel vertellen dat hij altijd de laatste was die binnenkwam. Maar toen hij binnenkwam, dan mag ik niks meer zeggen. Maar toen kwam hij nog zuiver binnenkomen. De soep werd voor hem warm gehouden. Of was al ten prooi gevallen aan iemand die wel twee koppen soep lustte. Maar daar zijn we ook allemaal uitgekomen. Je bent lid geweest van de regioraad Rijnwaal. Plaatsvervangend lid van een aantal commissies. Jij hebt in jouw raadsperiode meegemaakt dat je in het huwelijk ging treden. Dat hebben we ook allemaal van erbij mee mogen maken. Het was nog ruim voor corona, dus dat was een mooi feest daar bij jou op de plaats. En dat heeft dat huwelijk met Petra, dat heeft twee prachtige kinderen teweeg gebracht, of tot gevolg gehad. Ja, Niels en Anouk. En Anouk, daar moet ik van blijven herinneren dat zij op dezelfde dag jarig is als ik. Dat is altijd wel leuk om te weten. Je bent ook actief geweest binnen Maasheest als voorzitter van de buurtvereniging Op den Bos de Breit. En vanuit die functie, daar zat ook wel een beetje een politieke betrokkenheid bij. Heb je mij eens een keer heel opgewonden, boos opgebeld, want toen was er sprake van dat bij de jager, daar zouden wat mensen ondergebracht worden die jullie liever niet hadden in Maasheest. Maar goed, daar heb je dus allemaal in die zin goed afgelopen. Maar het tekende wel even jouw betrokkenheid met die samenleving. En ik heb ook jou gezien dat in de jaren dat je lid bent van de raad, dat je ook heel veel, heel gegroeid bent in het raadlidmaatschap. Ook jou eten ze echt niet meer de kaas van het brood. En ik mag je overklappen dat ze bij de Griffie het altijd heel gezellig vinden als jij binnenkomt. Ja. Dus ik zou zeggen, ga zo door. En met dank voor wat je gedaan hebt, in ieder geval deze herinneringspenning. En dan zijn we gekomen bij de heer Oudenhoven. Oud-inwoner van Overloon. Tijdelijk. Maar voor de rest een echte Bekse. Toch? Ja, ja. Ja, geboren en getogen. En eigenlijk ook al best wel lang in de raad. Vanaf 98 al, hè, want na de
bij de tweede herindeling in toen Boksmeer bij Vierlingsbeek mocht komen. En daarna ben jij, ja, heb je een interessante politieke carrière achter de rug, want je bent ook nog wethouder geweest, een tijd lang, 2 jaar wethouder. En dat het leuke was, daar heb ik nog iets van gevonden. Toch wel eens even kijken, want krantenclips uit 2004 vond ik, ja, ik ben van de bewaarder en we moeten alles opruimen. En deze, waarom ik die bewaard heb, weet ik niet, maar dat is wel leuk. Dus erop, ik denk nu even puur aan mezelf. Dat is de titel van het stuk. En hij is nog maar 2,5 jaar wethouder in Boksmeer, maar heeft besloten nu toch egoïstisch te zijn. Mark Oudehoven, stop ermee. En toen ik het mijn moeder vertelde, zei ze, je kunt het zeker niet aan, hè, zei ze toen. Ja, dat zullen sommigen in Boksmeer ook wel zeggen. Hij kon het niet aan. Maar hij stopt ermee, want zeker in het begin, zei hij, was het zwaar. En ze vroeg zich allemaal af, kan hij het wel aan? Veel onderwerpen waren voor mij compleet nieuw. Bovendien had ik hele zware portefeuilles, zoals ruimtelijke ordening, volksgesvesting, de reconstructie. En vooral het laatste was heel ingewikkeld, en dat was ook allemaal zo. En daar staat erbij van, mijn timing is niet zo best. En nu ze weten dat ik wegga, ben ik ook geen serieuze gesprekspartner meer. Zo werkt het in het leven. Maar dan zeg je ook nog eens ergens dat je nu een klassieke reden hebt om te stoppen, namelijk dat je meer tijd wil hebben voor je gezin. Nou, en dat was die meneer waarvan we afscheid namen. En ja hoor, daar kwam hij weer. Hij kwam weer terug als lid van de raad. En naast er nu naar uitziet, ben je nog steeds niet van plan om echt te stoppen. En ga je nog door. Je stond hoog op de lijst van Liberaal Land van Kuik. Dus een tijdige switch gemaakt om dit werk te kunnen blijven doen. Met altijd een enorme gedrevenheid, moet ik zeggen, betrokkenheid. Dat was ook aan je te merken. Nou, af en toe ben je gewoon een felle donder, laten we maar eerlijk zijn. Maar goed, dat mag dan ook wel eens een keer, maar je kan dan ook alweer tot reden gebracht worden en de zaken weer zien zoals ze moeten zijn in een juiste perspectief. En ik heb dus de jaren met jou als wethouder meegemaakt, bijna weer aan de vergetelheid onttrokken, maar het was ook wel weer een leuke tijd. Het was voor mij het begin en voor jou bijna het einde, maar we hebben dat met elkaar mooi doorgemaakt. Jij was lid van de enquêtecommissie Hansa, lid van de regio Rijnwaal, lid van de auditcommissie, fractievoorzitter van VDB. Je had zitting in de vertrouwenscommissie Herbenoeming Burgemeester. Ook jij was lid van de werkgroep Schaatsfan. Enfin, allerlei activiteiten. Daarnaast begon je ook je werk begon te veranderen, iets nieuws op te zetten. Je raakte in de olie. En daar zit je nog in, af en toe met wat gas erop. En dat doe je allemaal naast dit werk en dat blijf je doen. Maar je was ook voorzitter van de tennisvereniging Vieringsbeek en voorzitter van Concordia. En dan staat hier nog niet eens bij dat je actief was binnen de carnavalsvereniging en de keikschieters. Waar je bij de pronkzitting altijd toch net weer herkenbaar was. Ook al moest je wel heel goed kijken hoe je je vermomd had. Maar je bent iemand die houdt van het leven, met de leuke, maar ook de hele serieuze kanten. En die serieuze, die hebben wij hier in de raad meegemaakt. Door getuige te zijn van jouw inzet voor de raad van de gemeente Boksmeer en het college. Even. Daarvoor onze dank in de vorm van een penning. En daarbij moet ik nog even melden, staat op het volgende blaadje stond er ook dat jij ook in 2004 bij uw afscheid als wethouder de bronzen bok hebt ontvangen. Waarvan ik hoop dat hij een mooi plekje nog heeft boven de schouw. Dan wil ik uitnodigen de heer Han Welbers. Twee periodes in de raad. Zeer betrokken, actief, als lid van de raad, maar later ook als fractievoorzitter. We hebben jou leren kennen als een zeer principieel mens. Jij stond ervoor waar je voor stond en dat moest
Dat moesten we ook weten ook. En dat was altijd goed voor een inhoudelijke discussie. En daar gaat het dan ook om, hè, dat je in ieder geval het hoeft niet altijd extreem te zijn, maar de verschillende zienswijzen of ideologieën met elkaar brengt om samen dan de beste besluiten te krijgen. Ook in het presidium heb ik dat mogen ontdekken van jou, die betrokkenheid, politieke betrokkenheid met name. Je bent ook lid geweest, eigenlijk nog tot het eind dit jaar, in de werkgeverscommissie, lid van de auditcommissie, lid van het Land van Kuikberaad en van de raadswerkgroep Raad en Kerndemocratie, van de raadsgroep werkgeverscommissies, voorzitter van de enquêtecommissie Hansa, waarbij we eigenlijk hebben gezegd van ja, dat was het sluitstuk van de Hansa-affaire. Je was ook plaatsvervangend lid van de Euregio Rijnwaal en je zat in de klankbordgroep Regio Noordoost-Brabant. En natuurlijk als betrokkenen vanuit Overloon lid van de werkgroep Schaartven. Voordat je in de raad kwam, was je ook al een tijd burgerraadslid, om zo als het ware ja, in het voortraject terecht te komen voordat je in de raad terecht kwam. En ik heb je ook leren kennen als voorzitter van de Stichting Herdenking Overloon, waar je altijd heel betrokken was bij de herdenkingen. Het moest allemaal wel goed lopen zoals jij het voor ogen had, het ging ook zo. Ook bij het aantrekken van het uitnodigen van toch mensen van statuur, zeg maar. Het ging om de ambassadeur van Amerika, van delegatie uit Engeland, zelfs uit Duitsland. Die bracht jij samen bij de herdenking van Overloon. Het was altijd een heel mooi en stijlvol gebeuren. En ja, we zijn ook samen naar Frankrijk geweest toen de man van Lian met de fiets terugging en wij met de auto. Hè. Dat was, ja. Maar dat was ook een hele mooie herdenking. Ik bewaar heel veel goede herinneringen aan jou als raadslid. Ook al was het af en toe wel eens heel stevig, maar ook in de discussie met de anderen hadden we van de week ook even gemerkt. Maar dat houdt dingen wel scherp. Hè. De wrijving geeft energie, zeggen ze dan. En die energie die heb jij me echt volop ingestopt. En daarvoor hartelijk bedankt. En als aandenken die penning. Thomas van der Meer. Ja, de coming man was het, Thomas, hè, toen jij in 2018 in de raad kwam. Ja, dat vonden we wel. Het was een verrassing in die zin, omdat jij op een gegeven moment een ander jonge raadslid daar de zetel van innam. Waarvan iedereen dacht, die zal wel blijven. Nee, het was Thomas van der Meer, die Venovide Vici, kwam, zag en overwon. En met jou in de raad hebben we ja, echt een jong en talentvol iemand binnengehaald. Zeer betrokken, goed formulerend. Ook jij zegt je wat je wil zeggen. Daar draai je ook niet omheen. Dat doe je echt, ik zeg met verven. En dat is het talentvolle. Je was ook helemaal niet bang of zo om het woord te nemen. In zo'n gezelschap waar toch veel mensen zitten die al wat langer meelopen. Nee, dat vond je helemaal. Ik vind wat ik vind en dat zeg ik ook. En dat is altijd heel erg gewaardeerd en ook gezien. En dat heeft denk ik ook mee toegeleid dat jij nu als D66er zelfstandig een lijst bent gaan trekken. De verkiezingen in bent gegaan voor de nieuwe gemeente. En ik hoop dat datgene wat jij daar geleerd hebt in de jaren hier, maar ook wat jij anderen weer geleerd hebt door te zijn wie jij bent, dat je heel veel plezier zult hebben in die nieuwe gemeente Land van Kuik, waar je in ieder geval kan blijven inzetten voor de belangen van de burgers van die nieuwe gemeente. Je bent ook in die jaren dat hier was, dat heet tegenwoordig allemaal weer anders. Hè. Maar je bent een geregistreerd partnerschap aangegaan. Je hebt dus een lieve vriendin die wat mij betreft je vrouw mag noemen, Maud. En ik hoop dat
dat jullie ook samen, laat ik zeggen, die keuze die jij maakt ook draagt. Want ik zeg altijd, je kunt, je staat soms voor een keuze, die moet je maken. Dan moet je de consequenties moet je aanvaarden, ook al ken je ze niet. En dat zul je in de loop van je leven ook wel meemaken. Dat maak je mee. En als je dat samen doet, dan lukt het allemaal. Maar in ieder geval voor wat jij hier hebt gedaan, de afgelopen 4 jaar, wil ik jou namens iedereen bedanken. En dan herinner ik deze spelling of handeling. Dat is mijn oortje. Judith, de laatste van de rij van 21. En als enige één vrouwszetel van de VVD heb jij je mannetje moeten staan. Zeker de periode dat je alleen in de fractie zat. Daarvoor heb je nog een tijdje met Herman-Jan van Kuiken in de fractie gezeten, met z'n tweeën. Dan denk je altijd, dat maakt het werk wat lichter, maar soms niet. Hè? Dat kan ook, want ja, ook binnen een fractie heb je wel eens vleugels. En het is nog hoor, dus wat dat betreft niks erg. Maar ja, op een gegeven moment stond je er alleen voor. Dus je werd ook fractievoorzitter. En ik moet zeggen, je hebt altijd wel een bijzondere rol vervuld in de raad. En je kunt wel zeggen, ja, als eenling tel je niet mee. Maar het kan wel eens net die ene stem zijn die de doorslag geeft. En daar wordt ook vaak politiek op bedreven. Dat heb ik al eerder ooit gemerkt. De verhouding net zo laag, als we die mee hebben dan. Nou, maar goed, jij hebt in ieder geval in die zin nooit misbruik van je laten maken. Je hebt gewoon jouw rol vervuld die je moest vervullen en je liet je ook horen. Je hebt als fractievoorzitter ook in het presidium zitten gehad met heel veel plezier. Het was nooit stil met jou in de buurt. En ook nooit saai, laat ik er dat bij zeggen. En je was altijd heel begaan met alles en iedereen, maar ook heel actief. Je hebt echt heel veel tijd door in het raadswerk gestoken en ja, als enige ook moeten steken. En dan krijg je soms mensen in je achterban waar je dan zo op terug kan vallen, om eventjes je meningen te toetsen. Ja, dan kom je ook met standpunten weer binnen waar je wat mee moet. Maar je hebt altijd jouw eigen verantwoordelijkheid ook erin genomen en dat is altijd heel erg gewaardeerd door iedereen. En je was ook heel leergierig, moet ik zeggen, want je was ook niet zelden dat je eens even iemand belde. Ook vanuit mij toe, het college, als je ergens mee zat, om toch even te klankborden. Maar soms ook wel eens dingen van, ik hoor dat of dat in de samenleving, weet u daarvan? Nou, even aandacht vragen voor dingen. Die betrokkenheid heb ik altijd heel erg gewaardeerd. En ik vind het ook heel fijn voor jou dat jij de kans hebt gekregen zoveel steun te vergaren bij de kiezers, maar dat ligt ook helemaal aan jezelf, dat je met voorkeurstemmen in de nieuwe gemeenteraad bent gekozen. En dat alles wat je tot nu toe hebt gedaan, dat voortzetting krijgt. Want als dat zou stoppen, dat zou voor jou heel naar zijn geweest, denk ik. Want waar moet je dan met je energie naartoe? Want je hebt natuurlijk een Herco, een lieve man, en een Joost en Luc, hele lieve kinderen, die je aandacht nodig hebben en je werk geeft dat ook. Maar dit werk gaat jou heel na aan het hart. En ik hoop dat je dat met heel veel plezier bent blijven doen. Ik zei al, je was lid van het presidium, lid van de agendacommissie. Van de regio Rijn-Waal was je ook nog plaatsvervangend lid. Van de enquêtecommissie Hans, ook daar heb je sporen verdiend. Lid van de werkgroep Schaartfan, die kon ook op jou rekenen. Klankbordgroep Agri-Food, daar heb je ook nog geweest. Dat was ook even iets van die aansluiting met de Agri-Food Capital en de regio. Hoe moeten we daarmee verder? Nou, ik denk dat dat ook heel veel nieuwe gezichtspunten heeft opgeleverd over onze verhouding met Noorders-Brabant. Die weer heel belangrijk zijn, die we daar als nieuwe grote gemeente, gaan we daar een nog grotere rol in spelen. Of jullie, moet ik erbij zeggen. En ik hoop dat je daar heel veel succes ook zult hebben. In ieder geval weer een tweemansfractie, dat je ook weer daar kan delen. En had het misschien meer mogen zijn van jezelf, maar dat is, je mag er niet van meedoen en dat is fijn voor je. Voor jou ook deze herinnering. Ja. Nou zijn we toe aan het volgende agendapunt.
Ja. Ik ga nu, want ik zie dat ook nog fractievoorzitters het woord gaan nemen. Maar ik wil toch nog even overgaan tot het uitreiken van een paar bijzondere dingen. En dat zijn wat wij toch noemen onze hoogst onderscheidende de bronzen bok. En die bokken van Boksmeer, die zijn in aantal ook niet meer zoveel aanwezig. Samen met het college hebben wij toch gemeend een aantal van u is in dat zonnetje te zetten van de bronzen bok. En ik heb daarbij me laten leiden door de lengte van de periode dat mensen in de raad hebben gezeten. En daar ben ik gestuurd op mensen die vijf periodes in de raad hebben gezeten. Waarvan sommigen door anderen niet meer doorgaan, wetende dat er al een aantal mensen onder u zijn die hem al hebben ontvangen, zijn wij als college ertoe gekomen om de bokken uit te reiken aan de raadsleden mevrouw Maria van Ammers, voor alle lange tijd dat u actief bent geweest in de gemeenteraad, aan Frans van der Zanden voor zijn duur van een inzet, aan Jan Stoffelen en aan Gerard Kusters, natuurlijk ook vanwege de lengte. Niet zozeer vanwege de lengte, maar meer ook voor het feit dat zij de eerste vrouwelijke raadsvoorzitter was. Ook aan Sonja Stevens. En hen wil ik vragen om, ik denk dat we het goed moeten doen, maar één voor één even naar voren willen komen. Om de bronzen bok als onderscheiding van de gemeente Boksmeer in ontvangst te nemen. Heer Stoffelen. Ja, ik moet even. Ik denk dat ik iets niet goed gedaan heb, mensen. Ik moet mij even excuseren, want ik heb het verkeerde lijstje genomen. Ja. Ja. Thank you.
Dit zijn de bokken, maar ik had er niet alle goede namen bij, met excuses. Want dat hoorde bij een ander. Dus even kijken wat we nu gaan doen. Dat hebben we gehad. Dan gaan we nu eerst over tot een wisseling van de wacht achter het toestel, de fractievoorzitters. Die gaan, de woordspreker zullen zijn achtereenvolgens de heer Twan Stiphout, Jan van Denzen, Frans van der Zanden, Johanna Maansen, Han Welders, Thomas van der Meer en Judith Lochtens. En dat allemaal in 7 keer 5 minuten, zei de griffier. Nou, ik hoop dat dat lukt. Normaal gesproken krijg ik altijd op een donder bij de begroting dat ik lang spreek. Dus ik ga het vandaag proberen korter te doen. Ik had een speech geschreven die ergens op een andere inhoud gebaseerd was. Omdat ik iets anders verwacht had vandaag. Maar niettemin, burgemeester, heel erg bedankt voor de mooie woorden. En de ontvangers van de bronzen bok van harte gefeliciteerd. Ja, politiek is heel veel ad hoc werk. Dat heb ik nu ook maar gedaan en werd het op papier gezet. De CDA-fractie, maar ook deze gemeenteraad, de gemeenteraad hiervoor waar ik deel van uit heb mogen maken. En de coalities die wij de laatste jaren gehad hebben. Daar hebben wij in ieder geval veel waardering en een harmonieuze samenwerking en ook heel constructief mee kunnen werken. Maar ook gezellig, soms wel het wat te laat, maar goed, dat hoort er soms bij. Goed werk heeft tijd nodig, zeggen ze dan. Ook wil ik de wethouders die wij door de jaren heen gehad hebben, onze CDA-wethouders, ik ga ze niet allemaal bij namen noemen, maar er is een hele lijst ondertussen geworden. En ook de wethouder van de coalitiepartners die we in ieder geval ik meegemaakt heb in de laatste 15 jaar, ik weet het al niet meer precies. Wil ik heel hartelijk bedanken voor hun inzet voor deze mooie gemeente en in dit geval ook natuurlijk voor de... voor onze coalitie. Zondag, spreek ik even naar onze mijn CDA-collega's, onze CDA-fractie. Hebben wij nog een gezellig samen zijn, georganiseerd door collega Corine. En daar zullen wij nog even van het moment gebruik maken om onder een genot van een hapje en een drankje afscheid te nemen van elkaar. Helaas konden we niet allemaal verder in de nieuwe gemeente. Maar zoals het nou uitziet, kunnen we toch met z'n vieren er weer volop tegenaan. En daar gaan we in ieder geval alles aan doen wat mogelijk is in de nieuwe mooie gemeente Land van Kuik. Verder wil ik ook de dames en heren in het verleden bedanken voor van de Griffie, bedanken voor hun inzet en ondersteuning. Ze zijn van mij gewend dat ze niet te veel tekst krijgen en daar moet dan toch iets van gemaakt worden. Amendementen, moties. En dat is altijd heel goed gelukt. Soms was ik er verbaasd van dat ze van mijn tekst toch nog iets fatsoenlijks konden maken. Waarvoor dank, Kieke en jouw voorganger Toon natuurlijk, die vorig jaar, anderhalf jaar geleden vertrokken is als griffier hier. Maar ja, ik kon het toch niet laten om toch één persoon speciaal te noemen. Dat is mijn buurman hier langs mij, hij kijkt nog niet eens om. Sera, nou goed, je krijgt niet zomaar vrienden. De burgemeester heeft wel eens uitspraken gedaan hoe het in het college zou moeten werken. Wij hebben door de jaren heen, niet ik alleen, maar mijn vrouw en zijn vrouw hebben door de jaren heen heel veel gezellige momenten samen beleefd. Onder het genot van een drankje en een hapje. En ik hoop dat we daar voort kunnen zetten. En ik wil eigenlijk zeggen tegen iedereen heel erg bedankt voor de mooie tijd en... We spreken elkaar hopelijk straks. Dus ik hoop dat ik het kort genoeg hou, burgemeester. Uh,
Nou, meneer Snippel, ook bedankt dat u het opgeschreven heeft. Ik heb het deze keer niet gedaan en ik zal me toch proberen te houden aan de 5 minuten. Meneer Snippel heeft iedereen al bedankt en ik kan me daar ook bij aansluiten. Maar als je dan iedereen gaat bedanken, dan denk je bij jezelf wel eens, waarvoor moet ik ze bedanken? En wat bij mij bovenkwam, was eigenlijk dat ik iedereen wil bedanken, ook namens mijn fractie, dat we er hebben mogen zijn en dat we hebben mogen leren. Leren is een van de belangrijkste dingen in het leven en ook zonder fouten geen leerproces. Daarom ben ik dankbaar. Ik wil alleen nog even de mensen die doorgaan een hart onder de riem steken en zeggen van ik wens jullie namens mijn fractie veel wijsheid toe. En er staan 2 dingen heel hoog op mijn lijstje en dat gaat me heel diep aan het hart. En ik hoop dat dat ook gerealiseerd gaat worden, de kerndemocratie en de jongeren. Want zonder de kerndemocratie geen echte democratie en geen echte inspraak. En zonder jongeren geen toekomst. En daar zal nog heel hard aan gewerkt moeten worden. Wel ga ik met vertrouwen de toekomst in en wens ik daar iedereen heel veel succes bij. Dankjewel. Ik heb er wel een papiertje van gemaakt en ik ga het dan ook voorlezen. Dames en heren, raadsleden, collegeleden, genodigden en alle die hier aanwezig zijn. Vandaag nemen we afscheid van de gemeenteraad, het college van BMW en feitelijk ook van de gemeente Boksmeer. Een dag met een lach en een traan. Een traan omdat we afscheid nemen van onze vertrouwde omgeving die ons na aan het hart gaat. De gemeente Boksmeer. Een lach, omdat de nieuwe gemeente Land van Kuik zal bewijzen dat op deze manier de belangen van onze burgers op de lange termijn het best worden gediend. Een traan, omdat we met het afscheid van de gemeente Boksmeer ook afscheid nemen van een aantal ervaren raadsleden die zichzelf altijd hebben weggecijferd in het belang van de gemeente Boksmeer. Een lach, omdat we hebben geconstateerd dat met de nieuwe gemeente Land van Kuik een zeer gemotiveerd nieuwe gemeenteraad klaarstaat om het stokje over te nemen. En dat is goed zo. Een nieuwe gemeente met een nieuw elan. Als ik dan terugkijk, toen ik in de gemeenteraad kwam, zo'n kleine 20 jaar geleden, dan zie ik een gemeente die politiek zeer versplinterd was en waar de diverse politieke partijen verbaal over straat rolden. Er felle discussies waren in de kelder van het oude gemeentehuis en Boksmeer een fikse financiële last met zich meetorste. Gelukkig is dat allemaal ten goede gekeerd, want de gemeente Boksmeer is ook een gemeente met een gekozen burgemeester. Maar ook met 2 raadsenquêtes, met goede sociale voorzieningen, waar leefbaarheid hoog in het vaandel staat, waar alle publieke voorzieningen op orde zijn, zonder achterstallig onderhoud en waar het bouwen, bouwen, bouwen lang achterwege is gebleven, maar onze slogan eindelijk is doorgedrongen. Niet alleen in de gemeente Boksmeer en de regio, maar zelfs bij provincie en Rijk. Nu, 20 jaar later, zijn wij er trots op dat de nieuwe gemeente Land van Kuik verguld zal zijn met de erfenis van de gemeente Boksmeer. Een stabiele, goed georganiseerde gemeente waar de zaken op orde zijn met een gezonde financiële basis. Het juweel in de kroon van het Land van Kuik. Wij zijn blij dat we hier aan mee hebben mogen werken en nemen dan ook enigszins weemoedig afscheid van deze raad en deze gemeente, die dat allemaal voor elkaar heeft gekregen. Wij zullen met veel belangstelling blijven volgen hoe het de gemeente Land van Kuik vergaat en hopen dat we dan met trots mogen zeggen dat wij aan de wieg hebben gestaan van de welvarende gemeente Land van Kuik. Dank aan jullie allemaal die hieraan hebben meegewerkt. Maar vooral ook dank aan mijn partij en fractieleden
waar ik al die jaren zo nauw mee heb samengewerkt. Van de in eerste instantie allemaal individuele dorpslijsten tot en met het teamlokaal van de dag van vandaag. Voor degenen die doorgaan in het land van Kuik, zet het goede werk voort. En voor degenen die samen met mij stoppen, dit is de kroon op ons werk. Helaas, wij hebben geen partijonderscheidingen, maar ik hoop dat mijn welgemeende woorden voldoende zeggen. En nogmaals, een hele diepe buiging voor jullie en dank jullie wel. Ja, ook ik niks op papier staan, maar voor mij als Liberaaland van Kuik fractievoorzitter is het ook niet het moment van afscheid nemen. De partij Liberaaland van Kuik gaat verder in de nieuwe gemeente in Land van Kuik. Samen met Mark Oudenhoven hebben wij, nadat wij bij Vijf Dorpen Belang lijst overloon, de overstap gemaakt hebben naar Liberaaland van Kuik, het voortouw genomen, meegenomen. En we hebben allebei voldoende voorkeurstemmen gehaald om een zetel te mogen bemachtigen. Dus afscheid nemen is voor ons niet direct aan de orde op dit moment. Ik wil daarbij Mark in ieder geval bedanken als collega-raadslid voor de productieve periode die we samen hebben gehad als Liberaaland van Kuik. Maar ik wil ook Fons van Mil en ook Jeur van Straten, die de fractie in het begin van deze periode als Vijf Dorpen Belanglijst Overloon ook samen met ons gedaan hebben, ook op een prettige manier, ook hartstikke bedanken voor die samenwerking. Daarnaast wil ik natuurlijk de scheidende raadsleden die stoppen na deze periode heel veel succes wensen en met de vrijgekomen tijd die er is. Want raadswerk, nogmaals, neemt veel tijd in beslag. Het is geen tijd die verloren tijd is, zal ik maar zeggen. Je leert daar heel veel van. Net wat de burgemeester al zei, ik was een jong raadslid toen ik begon als raadslid in de gemeentepolitiek van Boksmeer. En ik moet zeggen, het is een hele leerzame, innoverende periode geweest waar je zelf in groeit en waar je ook vaardigheden door krijgt. Dus wat dat betreft een aanrader ook voor ieder jong raadslid om dit aan te nemen. Voor de raadsleden die doorgaan, heel veel succes gewenst. Ik weet zeker dat die samenwerking, zoals wij dat hier in Boksmeer gedaan hebben, ik hoop dat we dat voort kunnen zetten in de nieuwe gemeente Land van Kuik. Als met alle 37 raadsleden de harmonie kunnen vinden die we hier in Boksmeer ook altijd gevonden hebben, dan gaat het zeker goed komen. Een speciaal woord van dank aan de burgemeester. Toch in die 20 jaar tijd, u bent gekomen in de tijd dat wij al aanwezig waren. Dus we hebben de volle periode van u mee mogen maken. Altijd op een prettige manier met elkaar samengewerkt. Zowel binnen als buiten de vergaderingen. Dat zeker, de laatste is zeker niet onbelangrijk. Verder kijk naar de Griffie. De burgemeester refereerde dat altijd net al aan. Het was altijd prettig samen zijn. Op het moment dat we binnenkwamen lopen was het altijd natuurlijk een grap, grol en een lach. Hoort er zeker bij het serieuze werk wat het raadswerk met zich meebrengt. Een woord van dank aan het college. Het college hebben we altijd prettig mee samen kunnen werken. En wil niet altijd zeggen dat we geen strubbelingen zijn geweest, maar we hebben ze altijd op kunnen lossen. En altijd met de zorg ervoor dat het glas half vol is mentaliteit. En zorgen dat je na de vergadering, zo gauw de hamer is gevallen, elkaar boven in de politieke veerwerk kunt vinden. En dat hebben we ook altijd goed gedaan. Vind ik een heel belangrijk iets. Natuurlijk door de corona hebben we dat lange tijd moeten missen. En ik hoop dat we daar dadelijk in de nieuwe periode weer op kunnen pakken. Want dat zijn eigenlijk wel de belangrijke momenten die je met elkaar moet delen. Ik zie de bodems erachter nog staan. Die moeten we ook zeker niet vergeten. Die hebben rondom de vergaderingen heel veel ren- en showwerk gedaan. Om ons te faciliteren in ons werk wat we deden. En ik hoop dat ik niemand vergeten ben, maar nogmaals, iedereen die de bijdrage heeft geleverd aan de goede periode, wil ik nogmaals bedanken. Niets op papier, het is er niet van gekomen, want ik heb merkwaardigerwijs een hele erg drukke week gehad. Doordat ik in een aantal zaken ben gerold die ik nog nooit eerder had meegemaakt. En dat waren onderhandelingen of het vormen van een college. Dat was bijzonder inspannend, ook bijzonder leuk. Maar we zijn hier vandaag om afscheid te nemen van elkaar. En ik mag wel zeggen, ik heb genoten van de
vele felle discussies met onder andere de heer Stiphout, meneer Kusters en anderen. Maar dat zijn in ieder geval namen die wel op mijn netvlies staan als het gaat over dat we het soms hart tegen hart hadden. En maar ver, dat kan ik me volledig bij aansluiten. En inderdaad, zoals mijn voorganger zei, als de hamer is gevallen, dan is de hamer gevallen. Dan is de discussie geëindigd en dan is er een besluit genomen. En daar kom je niet op terug, de raad heeft besloten. En dan konden we daar naderhand met een biertje of een wijntje of iets fris, daar rustig, maar vanuit een ander perspectief, op terugkijken. Dan wil ik natuurlijk, want ik sta hier als fractievoorzitter en ja, wij hadden ooit een fractie van 3 raadsleden. Het was deze periode een fractie van 2 raadsleden en tot mijn spijt is dat geëindigd in een dubbele fractie van 1 raadslid. Maar ik wil even memoreren, Thomas. Ik kan me nog herinneren dat ik voor jou een mailtje of een belletje kreeg van ik heb wel belangstelling voor de politiek. En dat ik zei, nou, dan zullen we eens koffie gaan drinken. We zijn koffie gaan drinken en nou ja, je bent begonnen, je hebt je kandidaat gesteld, gekozen. 4 jaar hebben we, nou ja, ik zeg maar 4 jaar, we hebben prima en gezellig samengewerkt. En ik ben blij dat ik wat dat betreft een jonger iemand enigszins heb ze kunnen helpen leren lopen in het politieke landschap dat niet altijd even vlak is. En misschien je hebt kunnen behoeden voor een paar lelijke tegenvallers en misstap. Of misstappen, dat is wel erg zwaar aangezet, maar ach, aan een hand loopt het soms wat makkelijker als alleen. Maar dat kun je, en dat weet je al jaren, dat kun je prima alleen. Ik wil verder iedereen in dit huis bedanken die het in feite de afgelopen jaren mogelijk heeft gemaakt dat wij ons werk konden doen. Natuurlijk de Griffie, ik kan de leuke discussies, ook over familie en kinderen met Marion, Kieke, Art en Willem en daarvoor Toon herinneren. Dankjewel voor jullie hulp bij ons werk. En ik wil nog even met name Loek, Piers en Anne bedanken voor die keren dat we ze hebben moeten bellen omdat we het alarm niet opgeschakeld konden krijgen en dat er een van jullie toch weer in actie moest komen. De nieuwgekozenen, heel veel succes en zorg ervoor dat we trots kunnen zijn op de nieuwe gemeente Land van Kuik. Dankjewel. Niet echt afscheid nemen. Vandaag staan we stil bij het afscheid van de gemeente Boksmeer en de start van het nieuwe Land van Kuik. Ik wil u even memoreren, gezien de coronacrisis en dat ik nog niet zo lang fractievoorzitter ben, is dit de eerste keer in mijn leven dat ik bij dit spreekgestoelte sta. Ja, de medespeech heb ik in de raad gehouden, maar deze telt dan misschien ook een beetje. Ik wil u vandaag meenemen in een verhaal in 3 stukjes. Niet echt afscheid nemen van het verleden. Zoals jullie weten is Boksmeer mijn thuis. Net zoals de gemeente thuis is voor heel veel mensen. In thuis zal het altijd blijven. Waar het gemeentehuis ook staat. We worden nu het Land van Kuik. Maar ik ben ervan overtuigd dat onze kernen zullen floreren in deze nieuwe gemeente. Hopelijk wordt het Land van Kuik een thuis voor al haar inwoners. Maar daar twijfel ik eigenlijk helemaal niet aan. Uiteindelijk blijft Boksmeer Boksmeer en het zal altijd mijn thuis blijven, ook in de toekomst. Dus echt afscheid nemen is het niet. Niet echt afscheid nemen van elkaar. Ik heb ontzettend veel mensen te bedanken. Ik ben 31 jaar en in deze gemeente opgegroeid. Ik heb ontzettend veel geleerd. Of ik echt volwassen ben geworden, dat weet ik niet echt. Maar uiteindelijk is het volgens mij wel goed gekomen. Met wat hulp van anderen. Iedereen die mij geholpen heeft, ook in deze raadsperiode, ontzettend bedankt. Zonder jullie had ik het echt niet gekund. 4 jaar geleden mocht ik raadslid worden. En ik kan me geen mooiere gemeente wensen om deze eerste periode in te mogen ervaren. Hoe mooi het raadslidmaatschap kan zijn, heb ik hier geleerd. Een aantal mensen uit ons midden wil ik in het speciaal bedanken. Burgemeester of eigenlijk burgervader, meneer Van Soest. Die misschien niet alleen burgervader is geweest, maar ook vader van onze raad. Ik kon altijd bij hem terecht, ook al waren mijn vragen soms wat
simpel of zouden andere mensen zeggen onnodig. Een vraag is een vraag en werd altijd beantwoord. Maar ook de griffie van de iets wat aanwijzende, misschien wat strenge aanwijzingen van Toon, tot de appjes aan Kieke en de vele mailtjes die ik naar alle medewerkers van de griffie heb gestuurd. Jullie waren een vraagbaken, een steun, maar ook een gids voor de raad en dat zullen jullie in de toekomst ook zeker blijven. De raad en het college wil ik bedanken voor de samenwerking. Ik heb ontzettend veel geleerd, maar ik wil jullie vooral bedanken voor alles wat jullie hebben gedaan voor onze gemeente. Maar in het bijzonder Han, het was een eer om in deze raadsperiode met je samen te werken. Ik kan me geen betere partner in crime voorstellen. Je hebt mij mezelf laten zien en dat was soms moeilijk genoeg. Ik ben niet zo van mijn mond houden, dus dat werd ook nog wel eens spontaan. Ik heb als jong raadslid snel ervaring daardoor kunnen opdoen met vallen en opstaan, maar mijn dank is oprecht en groot. Mijn dank aan de hele PK is groot, zonder jullie had ik hier niet gestaan. Ik wil alle inwoners, vrijwilligers, ambtenaren, insprekers, initiatiefnemers, vragenstellers, verenigingen en alle andere betrokkenen bij deze gemeente ontzettend bedanken. Voor al hun passie, liefde, inzet voor onze gemeente. Die inzet zal niet verdwijnen. Ook onder ons en verder buiten weet ik zeker dat we ons blijven inzetten. We zullen elkaar nog vaak tegenkomen. Dus ook dat is niet echt afscheid nemen. Niet echt afscheid nemen. We weten dat we elkaar zullen blijven zien. Onze dorpen zullen onze thuis blijven. Maar er verandert echt wel wat. De afgelopen periode, maar vooral de komende periode, zullen we samen gaan beslissen wat er gaat veranderen. Ik weet zeker dat we veel kansen zullen pakken. Misschien missen we er ook al één. Maar samen gaan we kijken naar waar we wel echt afscheid van gaan nemen. We hebben nu de kans om te veranderen en dingen beter te maken. Misschien is het dan toch een klein beetje een echt afscheid. Maar niet van jullie en niet van mijn thuis. De gemeente Boksmeer wordt het land van Kuik. Maar mijn dank aan de gemeente Boksmeer, mijn thuis, de plek waar bijna mijn hele leven heeft afgespeeld. Waar ik heb mogen leren en waar ik mezelf mag zijn. Dank voor alles wat de gemeente Boksmeer met zich meebrengt. En maakt en zal blijven. Dankjewel. Ze staan boven mijn hoofd gewoon. Dus, ik ga iets zo staan. De bedoeling is dat we binnen 5 minuten afscheid gaan nemen. 5 minuten waarin je kwijt kan wat de meeste indruk op je heeft gemaakt. Mensen kunnen noemen die belangrijk waren. Ja, mocht ik iets niet noemen of iemand vergeten, dan is het niet omdat ik je vergeten ben, maar dan is het gewoon omdat de tijd te kort was. Overigens, mezelf kennende, lukt het me om veel meer tekst in 5 minuten te stoppen dan een ander. Dat zal iedereen hier wel kunnen beamen. Deze speech heb ik voor het eerst heb ik iets geschreven zonder dat ik met mijn fractie heb moeten overleggen. Dus het komt gewoon recht uit mijn eigen hart. Mocht die minder goed zijn dan wat jullie gewend van me zijn, dan weten jullie dus hoe goed mijn achterban was. Ik heb het raadslidmaatschap ooit de allerleukste nevenfunctie genoemd. En dat is het ook. Het maakt het contact met ondernemers, inwoners, verenigingen, maakt het elke dag anders is. Ik kan dan ook niet uitleggen hoe gelukkig ik ben dat ik dit nog 4 jaar mag doen. Alleen één nadeel. Ik zit hier 4 jaar niet meer naast Maria. En Maria, die kon gewoon door haar geluidjes en binnensmonds mij vertellen wat ze van alles vond. En dat hielp me gewoon wel een beetje in de beeldvorming. Alleen die ene keer dat Maria het niet met mij eens was en dat liet merken, terwijl ik nog in mijn betoog zat, dan raak je een beetje van je apropos. Maar Maria, ik vond het heel erg fijn om naast je te zitten. Het is natuurlijk wel even afwachten hoe het in een groter geheel wordt. De lijntjes in Boksmeer waren kort, heel kort. Zo weet ik nog dat ik net raadslid was en mijn zoon, Joost, die was vooral onder de indruk dat ik daardoor de burgemeester veel zag. Nadat hij zijn zwemdiploma haalde, kwam de vraag dat ik dit vooral aan de burgemeester moest laten weten, dat hij dus kon zwemmen. Dus ik heb onze burgemeester geappt. En als echt mensenmens keek hij daar helemaal niet van op en hebben we een mooie felicitatie teruggehad. Dat hebben we uitgeprint en zit bij zijn zwemdiploma. Ook leuk was het moment dat we voor het eerst met de raad 2 dagen de hei op gingen. In de kring van kleuters op school deed mijn zoon de volgende mededeling. Mijn moeder gaat vandaag naar een hotel met de burgemeester. Dan heb je toch wel wat uit te leggen. Dank u wel, burgemeester, voor alles wat u voor Boksmeer, maar ook persoonlijk voor mij hebt betekend. In de raad maak je ook leuke contacten. De vriendschappen die zijn ontstaan, blijven bestaan. Ook met collega's die al gestopt zijn, is er nog steeds leuk contact. Ik hoop dat de lunches met Willy en Willemiek voortgezet blijven.
verschillende gemeenten en partijen, maar heel fijn om samen te praten over zaken naast politiek. Ook Johanna van der Lof, of Lijst Oefelt, blijft trouw met bellen, appen en afspreken. Han en ik hebben eigenlijk gewoon een hotline. Met Willem drink ik graag koffie en hij drinkt graag bier met mijn man. En Marco en ik zijn vrienden voor het leven, al kan het er ook aan liggen dat hij gewoon een hele leuke vriendin heeft. Zo zijn er nog velen, maar de minuten blijven doortikken en anders wordt Kieke niet blij. Mijn kids weten alles van die contacten, want Luc weet niet beter dan dat ik raadslid ben. Ze kennen beide iedereen van naam en soms ook van gezicht. Zo kwam Joost een keer thuis van Olympia. Mama, elke keer als ik van het sportpark affiets, moet ik tegen het hoofd van Twan Stephout aankijken. Kun jij daar niet ook gaan hangen? Dus een paar uur later heb ik mezelf rechts van Twan opgehangen. Overigens hebben we thuis nog wel een hele discussie gehad, Twan, of ik niet gewoon over je heen had moeten plakken. Maar dat zullen we maar niet doen. Alle collega raadsleden en collegeleden, dankjewel voor een hele fijne jarenlange samenwerking. Griffie, wat was het fijn met jullie. Ik kan niet onder woorden brengen hoe lief, attent, zorgzaam, kundig en professioneel jullie zijn. Als kleine fractie is een goede vrouw Griffie van groot belang en dankzij jullie is het allemaal gelukt. Mijn dank is enorm, maar dat wisten jullie al wel. De ambtenaren voor het aanleveren van vele stukken en beantwoorden van talloze nuttige, maar wellicht ook wat minder nuttige vragen. Dank jullie wel. De Bodes, Luc, Piers, Anne, jullie zijn fantastisch. Mijn fractie en achterban, speciaal Ron, Sjaak en Thijs. Wat hebben we hard gewerkt, gespart, maar vooral heel veel gelachen. Het zal niemand ontgaan zijn dat bij mij alles valt of staat met familie. Herco, die altijd pal achter of voor me staat, net waar ik hem nodig heb. Mijn zonen die zich nooit schamen voor borden, foto's, artikelen. Die boos zijn als er kritiek in de krant staat, maar vooral apentrots wanneer mama iets heeft kunnen regelen. Mijn lieve schoonouders, waarbij mijn schoonvader ondanks zijn ernstige ziekte gewoon nog op trapjes klimt om borden recht te hangen. Die altijd trouw aan elkaar en aan ons zijn. En daar kunnen een voorbeeld zijn voor hele velen onder ons. Mijn ouders, die jullie denk ik ook allemaal wel kennen. Plakken, notuleren, flyeren, oppassen, meedenken. En mijn zusjes, gewoon omdat ze de leukste zusjes zijn. En mij laten lachen op dagen dat er wat minder te lachen is. Nou, net waren 12 turbulente jaren. Hard gewerkt, maar enorm genoten van de inwoners, verenigingen, ondernemers en collega's. Nu gaan we op naar één land van Kuik. Voor degenen die niet terugkomen, het ga je goed. En voor iedereen hier in de zaal, leef, lach, geniet, maar bovenal blijf gezond. Dank jullie wel. Dank jullie wel. Wat een leuke verhalen en leuke bijdrage aan deze middag. Zo recht uit het hart met leuke anekdotes erbij. En herinneringen aan de afgelopen jaren. En ja, in alle verhalen komt duidelijk naar voren, het is hard werken. Je moet heel veel doen, je moet heel veel over hebben. Maar er zitten ook hele leuke en dankbare kanten aan het raadswerk. En dat zijn de moeilijke dingen die je nou moet gaan loslaten als je niet meer doorgaat. Die momenten van hard werken, dat gaat wel, maar dat... Die leuke dingen met elkaar iets te bereiken, dat gaat wegvallen. Nou, heel fijn dat jullie dat zo ook naar je eigen fracties en de raad in totaal, maar ook de medewerkers hebt uitgesproken. Dan is nu het moment gekomen dat ik ook even kort aandacht mag besteden aan de wethouders. Want dat zijn de bestuurders die door jullie benoemd zijn. En die dus ja, eigenlijk ook aan het eind van hun raadsperiode zijn. En dus dat zijn Peter, Willy, Bouke... En jullie die er helaas vanmiddag niet bij kan zijn. Wij hebben nog de ruimte, hier ga ik een beetje tijd terugwinnen, mevrouw de griffier. Wij hebben nog de kans en de mogelijkheid om met elkaar nog even afscheid te nemen als collegeleden. Maar ik mag wel zeggen dat ik heel fijn met dit college heb gewerkt. En tot Stiphout die duidde er al op over hoe ik erover denk. Ik heb altijd gezegd van... Als burgemeester ja, dan krijg je toch een paar wethouders naast je die politiek verantwoordelijkheid dragen. En die werken dus vanuit hun eigen politieke ideologie. Je komt niet als vrienden bij elkaar, maar je kunt het wel worden. En dat is in heel veel gevallen gelukt. En dat, deze periode zijn we daar een heel eind mee gekomen. En dat is, dat moeten we ook eerlijk zijn. We zijn wat laat op gang gekomen in dit college. Maar er zat... Er zat wel enorm veel energie in. En die energie is uiteindelijk toch gebruikt om met elkaar de goede dingen voor Boksmeer te doen. De collegialiteit is heel professioneel ingevuld.
En daar hebben we met elkaar wel plezier van gehad. En ik heb ook wel gemerkt dat ondanks dat wel, ja, ieder vogeltje zingt zoals hij gebekt is, iedereen is zoals hij is, maar dat we toch met elkaar in goed overleg de besluiten hebben genomen die we met elkaar moesten nemen. En ja, vooral wat ik zeg, onze jongste wethouder, zo te zeggen, Bouke, die heeft 4 jaar in de raad gezeten, waarvan ik me herinner dat ze heel erg veel vragen stelde in die tijd. Maar iedere vraag die je stelt, Thomas, het zijn nooit domme vragen. Het zijn altijd vragen om dingen te weten te komen. En alles wat je te weten komt, als je dat behoudt, dan bouw je kennis en ervaring mee op. En dat vond ik in ieder geval, toen Bouke raadsel was, heel erg mooi, heel verfrissend. Iemand die net jong erin komt, dat geldt voor jou ook, Thomas. Vol vragen en verdiepen in dingen. En dat heb je in het college Bouke ook gedaan. Je hebt je eigen portefeuilles gehad, met name ook de kerndemocratie, waardoor je ook in de stuurgroep meedraaide met de herindeling. Ik denk dat dat een hele mooie kans is geweest om het vak te leren. Maar ja, wat je uiteindelijk hebt gepresteerd een paar weken geleden, dat hadden we natuurlijk allemaal niet kunnen dromen. Maar dat komt niet alleen door je losse hangende haren, maar het komt zeker ook door de warmte die je hebt uitgestraald. En de schaduwkanten die het vak ook heeft, die heb je toch manmoedig doorstaan en dat sterk je ook. Dus daarvoor mijn complimenten aan jou om als jongste mee te beginnen. Ja, Jeu is er dan niet bij me. Jeu was natuurlijk een geweldige wethouder financiën. Daar werd je af en toe met de neus wel op de feiten gedrukt. Want natuurlijk wil je allemaal wel de dingen bereiken en die kosten allemaal geld. En dan is er een wethouder die wel op de knippen moet letten, die overigens ook portefeuille openbare werk heeft, waar heel veel geld in omgaat. Dus dat was altijd, we hielden elkaar daar behoorlijk mee in evenwicht. Maar het is jammer dat hij er niet bij is, maar ik hoop dat we hem zaterdag wel in ons midden hebben om daar even aandacht aan te besteden. Ja, en Peter die heeft vanuit de raad komende zich de portefeuille ruimtelijke ordening en volkshuisvesting behoorlijk eigen gemaakt, economische zaken eveneens. En ik moet ze zeggen, ja, grote complimenten voor zijn inzet en zijn kennis van de materie. Want ruimtelijke ordening is een enorm moeilijk vakgebied met heel veel regelgeving. En die moet je toch maar weer zodanig eigen maken dat je zelfs je collega's in het college kan uitleggen hoe het precies zit. En dat wist je altijd heel goed te doen. En hij is ook wel degene geweest die toch net op het eind van het scheiden van de markt een partij heeft binnengehaald die hopelijk de pijn van het Hansa dossier doet vergeten. De bestemmingen die we hebben blijven behouden op Sterkwijk in de health campus om daar iets te ontwikkelen. Dat is natuurlijk een hele specialistische bestemming. Daar gaat niet iedereen daarmee aan de haal, maar er is wel een partij gevonden die dat nu voor ons gaat ontwikkelen. En daarmee hoop ik komt dat hele terrein uiteindelijk ook weer tot bloei. En Willy, ja Willy, daar kan je natuurlijk allemaal een boek over schrijven. Jullie weten allemaal hoe Willy is. Maar ja, iedereen weet het. Maar ja, Willy was natuurlijk van het begin af aan, dat ik hier kwam, natuurlijk wel iemand met ervaring in de gemeenteraad. En daardoor ook altijd een goede informant om achtergrondinformatie te krijgen. Maar zo gedreven in haar werk en zo altijd met overtuiging willen bereiken wat ze in dat hoofd heeft, dat is aardig gelukt. En we worden allemaal wel eens een keer moe van elkaar. Maar er staan zoveel mooie andere momenten tegenover die dat allemaal doen vergeten. Dat we eigenlijk alleen maar toch ook kunnen zeggen van, nou, we hebben in elkaar geïnvesteerd vanaf het begin. Het was echt af en toe investeren in elkaar. Maar als we nu terugkijken aan het eind van de rit, hebben we toch wel met elkaar iets bereikt. We hebben het afgemaakt. En dat is al in deze tijd al heel bijzonder. En daar wil ik de wethouders voor bedanken. Dat wil ik zaterdag nog wel een keer doen. Dan zal ik misschien, ik weet niet wat ik ga zeggen, maar misschien wat meer, nog meer plagen, maar dat mag over en weer. Ik wil jullie heel graag namens het college van BNW, maar daar hebben jullie helaas niks over te zeggen gehad, toch heel erg bedanken door aan jullie als laatste college, als laatste wethouders van de zelfstandige gemeente Boksmeer,
toch niet naar huis laten gaan zonder de bok met jullie gezelschap te zien vertrekken. En de penning met laat zeggen, het aandenken over de tijd dat jullie bestuurlijk actief zijn geweest, natuurlijk daarbij. Mag ik de loco, eerste loco, Peter Stevens, vragen naar voren te komen? De tweede loco, mevrouw Willy Hendricks van Haren. En de laatste loco, wethouder Bouke de Bruin. En dan zie ik dat ik nu het woord mag geven aan Gerard Kusters. Wist je dat? Dat wordt een kort moment. 5 minuten? Ja, ik zag hem op de lijst van sprekers. En ik dacht, wat is dit nou? In september heb ik de burgemeester al op het schild gegeven. En wat moet ik daar nog aan toevoegen? Wat ik er nog aan toe wil voegen is, zeg maar, uw eerste woorden van vanmiddag over, zeg maar, de revival van de elementaire fatsoensnorm als het gaat over communiceren met elkaar. Dat geldt natuurlijk voor de gemeenteraad, hoewel dat wel meevalt hier. Daar wordt er altijd met zeer veel respect met elkaar gesproken, maar in zijn algemeenheid, in onze maatschappij, is dat misschien wel eens iets goeds. Misschien moeten we dat uitprinten wat u heeft gesproken ergens aan een deur spijkeren. En dan noemen we dat het traktaat van de burgemeester. Dat is wat ik aan u wil meegeven. Wat ik dus nu moet doen, en daarom sta ik hier. Niet met tegenzin overigens. Maar u kunt het zichzelf niet overhandigen natuurlijk. Het is vreemd als je dat zou doen, van ik pak er ook eentje. U krijgt ook de erepenning. Hebben we die nog eentje? Ja. Nou u geen voorzitter meer bent, na 4 uur, is het misschien een idee om een vereniging op te richten van allemaal mensen die een bok hebben gekregen. Een bokkenfuifvereniging of wat dan ook, bokkenrijders, ik weet niet hoe dat gaat heten. Maar die hebben natuurlijk een voorzitter nodig. Nou, u bent geen voorzitter meer van de raad, dus maken we u gewoon voorzitter van de bokkenvereniging. Maar daarvoor moeten we wel eerst een bok krijgen. En bij deze krijgt u ook een bok. En daarmee beëindig ik mijn korte toespraakje. Kieken weer blij, weer Venst. Dankjewel. Toch wel een verrassing, want bij mijn afscheid ben ik al zo verwend geworden. En
Ja, het ereburgerschap acht ik wel als het hoogste wat er is. En dan krijg je nog de bok op de koop toe. Maar, en dat gecombineerd met de functie van voorzitter van de bokkenrijders. En je weet wat bokkenrijders waren in de geschiedenis. Hè? Dat waren eigenlijk een soort struikrovers in die tijd langs de Belgische Limburgs-Nederlandse grens. Dus als de bokkenrijders dat zo'n club wordt van de bokkendragers, dan kan het nog spannend worden. Dank daarvoor. Nu gaan we over tot een beetje de laatste activiteit, maar wel een heel mooie, namelijk ik mag het zelf wel vinden, het hoogtepunt van dit afscheid. Want wij zijn en wij mogen een aantal gemeenteraadsleden melden dat het zijn de majesteit heeft behaagd hen te benoemen tot lid in de orde van Oranje Nassau. En dat zijn degenen onder ons die familie bij zich hebben zitten. Dus wat dat betreft is het eigenlijk al duidelijk wie dat zullen zijn. Maar ik heb nu het goede lijstje voor mij. Ja, dan hoop ik dan tenminste toch wel. Mevrouw Sonja Stevens-Kremers, mevrouw Maria van Ammers, de heer Frans van der Zanden, de heer Jan Stoffelen en de heer Gerard Kussers. Dat is het goede lijstje. En ik wil dan ook vragen, ik doe het gewoon zo, in de volgende die ik net genoemd heb, of mevrouw Sonja Stevens met echt wil Erik naar voren wil komen. Want ik zeg altijd, dat weten jullie dat ik het altijd zeg, dat de glans van de medaille ook afstraalt op degene die naast u staan en die mogelijk hebben gemaakt om dit mooie werk te doen. Dus graag naar voren. Dan nodig ik graag uit Maria van Ammers, maar natuurlijk ook iemand die de onderscheiding kan opzwelden. En ik heb hier staan dat zoon Mels en dochter Anne dat samen wel dat klusje wel willen klaren om hun moeder bij te staan in het dragen van dit koninklijke sieraad. Gefeliciteerd ook. En er zit nog wat doosje kunnen bij, maar dat geef ik dadelijk al. Dus misschien het makkelijkst. De bloemen. Die even poseren voor mij. Jullie mogen wel een beetje dik werk hebben. Oh ja. De bloemen. Ik geef het aan mij. Kijk maar even naar mij. Oh, dankjewel. Oh, de bloemen. Oké. Okay.
Dan de heer Frans van der Zanden. Met VA natuurlijk. De heer Jan Stoffelen. En de jongens, Freek en Peter. Als een soort adjudanten komen ze mee, Jan, hè? Mooi. En tot slot Gerard Kussers. We houden elkaar wel bezig, Gerard, hè? Hartelijk gefeliciteerd allemaal hiermee. Een hele mooie afsluiting van een mooie carrière. Hey. Hij prikt. Alleen bij jou is dat zo. Ja. Goed, dames en heren, we zijn met dit hoogtepunt toch een beetje aan het eind gekomen van deze afscheidsbijeenkomst. En afscheid betekent nu voor een aantal van u, maar het betekent ook voor een aantal doorgaan. En het zal even wennen zijn, want van Boksmeer naar Land van Kuik, dat is van 30.000 naar 90.000 inwoners. En dat is een hele sprong, een hele schaalsprong. En die schaalsprong die zal niet meevallen. Dus alle kennis die jullie hebben opgedaan en die jullie meenemen naar de nieuwe gemeente, die moet je eigenlijk ook nog eens een keer verdrievoudigen. Want de belangen van 90.000 inwoners, van 30.000, behartigen is natuurlijk een hele verantwoordelijkheid. Maar de verhouding van een derde, die vind je ook terug in het aantal raadsleden wat wij mogen leveren. 13 raadsleden van de 37 komen uit Boksmeer. Dus dat is ook een hele mooie afspiegeling. Van die 13 zijn er 11 die nu al bestuurlijk actief zijn, of als wethouder of als raadslid in de gemeente. Er zit een oud-wethouder bij, in de persoon van Bert Boeskops, als 12e en als 13e, kun je zeggen, is dat de heer Peter Verstegen uit Vieringsbeek.
En aan hen zou ik willen zeggen, blijf goed zorgen voor de belangen van de bewoners van onze 11 dorpen. We hebben de afgelopen jaren veel samen met elkaar opgetrokken, veel bereikt, veel opgebouwd. Neem het mee als het erfgoed van Boksmeer. Wees er zuinig op. Behoud het, breid het uit. Gebruik uw talenten en uw inzet, zou ik willen zeggen, om te zorgen dat de 11 dorpen van Boksmeer ook goed overeind blijven in de nieuwe gemeente. En maar dat jullie ook de verantwoordelijkheid willen dragen voor die grotere gemeente om die leefbaar te houden. De schaalsprong is groot, maar de betekenis van de grote gemeente Land van Kuik in breder perspectief zal een hele belangrijke blijken te zijn. Midden tussen de grote steden Arnhem, Nijmegen, Den Bosch, Eindhoven, Venlo, Venray, maar ook het Duitse achtergebied. Dat betekent dat wij daar precies in het midden zitten en in die belangen van die anderen altijd het kruispunt zullen zijn. En dat hebben we ook natuurlijk in onze spoorwegen, de autoweg die van noord naar zuid lopen. Alleen van oost naar west, dat moet nog wat beter. Maar dat pakken we ook wel met elkaar op. Maar ik hoop dat u de steun die u hebt gehad als kiezers, van de kiezers van de gemeente Boksmeer, dat u die zult vertalen in inzet voor uw eigen gemeente. We hebben het natuurlijk vaak gehad, ook in onze eigen gemeenteraad, als we over Boksmeer hadden, dat je toch allemaal een beetje uit een bepaalde kern bent waar je voor komt. En dan zeiden we, het gaat over het algemeen belang. En dat is natuurlijk ook zo, het algemeen belang is Land van Kuik. Maar dat bijzondere binnen het Land van Kuik, dat is toch de voormalige gemeente Boksmeer. Waar we allemaal met elkaar, zoals we hier zitten, jarenlang onze schouders onder hebben gezet. En waarvan ik hoop dat u dat voortzet. Wat wij met elkaar hebben bereikt, dat is een financieel gezonde gemeente met veel voorzieningen, mooie onderwijsvoorzieningen, goede verbindingen, een mooie winkelbestand, goede zorgvoorzieningen. Dat alles hebben we met elkaar opgebouwd. Dat brengen wij in die nieuwe gemeente. Daar mogen we met z'n allen trots op zijn. En daarvoor heel hartelijk dank voor iedereen. Natuurlijk wil ook ik onze medewerkers hartelijk bedanken. En dan begin ik natuurlijk met de Griffie, want de Griffie, dat is toch, dat zijn uw ambtenaren waar u zelf werkgever over bent, die altijd met de raad en daad en inzet klaar hebben gestaan. En ik heb met name de laatste dagen en weken gemerkt dat ze echt bergen werk hebben verzet om de ene kant dit alles af te ronden, maar ook al een heleboel werk te verzetten voor die nieuwe gemeente Land van Kuik en de Griffie. Ik zou in ieder geval beide dames ook willen melden dat zij een bloemetje mee naar huis kunnen nemen daar. Ik zou het zo graag willen overhandigen en daarbij die knuffel geven, maar dat, ja, nee, sorry Marion, dat zit er niet in. Dat doen we nog wel een andere keer dan, maar even jullie inzet is geweldig geweest. Natuurlijk ook hier daar wat hulp gehad, maar Toon heeft eerder zijn keuzes gemaakt om andere dingen te gaan doen. Die is gevier geworden op andere plekken. Maar jullie hebben die zaak prachtig opgepakt en de raad heel goed bijgestaan. Tot in detail, mag ik al zeggen. Alles was heel goed geregeld. Maar natuurlijk ook de dames van het bestuurssecretariaat, met name Nancy, die hier ook is. En er ook altijd was als er bijzonderheden moesten gebeuren. Zoals met name ook de koninklijke onderscheidingen uitreiking is ze veel jaren gedaan. Ook aan raadsleden, ook met de raad. En ook jij, Nancy, en jouw collega's heel hartelijk bedankt. En dan de mannen. De mannen en Anne, zo kan ik het wel zeggen. Jullie ook bedankt voor de inzet. Altijd er zijn op de momenten en de plekken dat je nodig was. Altijd horen, zien en zwijgen, hè. Dat is de plicht van een bode. En daar ben ik blij om. Want je moet, een burgemeester heeft ook soms met een bode een soort verhouding dat je af en toe even naar werkt. Dus iedereen weg is en ik zit er nog. Er komt altijd de bode binnen. Altijd even een praatje en zo hoe het gaat. En de bodembus die we in hebben gehoord, ik weet niet wat we daarmee moeten gaan doen. Die zal misschien ook in het museum gaan met deze. Maar nieuwe logo. Ik zou opteren voor een hele nieuwe. Dan kunnen we deze in het museum blijven bewaren. Maar in ieder geval, dat is een soort ereteken voor de bode en de bodendienst. Jullie, heel hartelijk bedankt voor het feit wat jullie hebben gedaan. Dat alles ook van achter de schermen zichtbaar en perfect draaide. Ja, en daarmee wil ik eigenlijk mijn verhaal eindigen en de middag eindigen. Het is, ik heb nog 12 minuten te gaan. We hebben het met elkaar goed gedaan. Iedereen heel hartelijk bedankt
We hebben het met elkaar fantastisch gedaan en ik bewaar alle goede herinneringen in mijn hoofd, maar zeker ook in mijn hart. Dank je wel. En daarmee sluit de vergadering.